Dank u wel. Ja, ken ik wel een levendige belangstelling voor de kredietcrisis. Je bent haast geneigd te vragen wie heeft er last van gehad van de kredietcrisis. Velen zijn met pensioen, maar ja, zelfs dan heb je er last van, heb ik begrepen. Misschien moeten we even kijken. Ja, steekt u even uw vinger op als u er last van heeft gehad op enige wijze. Nou, dat is ja. Nou, u kunt erbij lachen, dus dat valt wel mee als ik het zo begrijp. Het is toch vrij en vrij klein. Hier heb ik niet gekeken. Hier ook, ja? Vreselijke last. Nou, dan hoop ik dat dit een beetje compensatie biedt. Hè? Ja, u begrijpt ook dat ik even in de verleiding ben geweest om deze anderhalf uur te besteden aan de Elfstedentocht. Die, zoals u weet, van een aanzienlijk groter gewicht is dan de kredietcrisis. En met name ook op aan de redenen waarom die nu dit niet door is gegaan en aan de overwegingen of die misschien ooit nog door zal gaan en onder welke omstandigheden dat zou kunnen zijn en of het dan misschien een 10-stedentocht zou moeten worden. We zijn weer eens getrakteerd, dames en heren, op het beschamende infantiele kluitjesvoetbal van de Nederlandse media. Ja, dat moest ik even kwijt, dat begrijpt u ook wel. Ik kan niet schaatsen. Dus dat spreekt ook een zekere rancune uit mijn woorden. Maar aangezien wij in toenemende mate een rancune samenleving zijn geworden, kan ook dat geen kwaad. Daar wil ik ook graag mijn steentje aan bijdragen. De kredietcrisis, want daar gaat het over. En die begint eigenlijk op een hele specifieke dag. Althans, hij was al een tijdje aan de gang, maar toen pas begonnen we er echt iets van te merken. En zag men plotseling wereldwijd hoe ernstig de toestand eigenlijk was. En dat is 15 september 2008. Op die dag namelijk ging Lehman Brothers failliet. Dat was de op twee na grootste zakenbank van de Verenigde Staten. De aandelen van die firma waren al maandenlang gedaald en gedaald en gedaald. Er was ook sprake van overname door een eventuele sterkere partij. Maar het was wel duidelijk dat dat niet zou kunnen zonder Amerikaanse overheidssteun. En de Amerikaanse overheid weigerde die steun te geven aan Lehman Brothers. En dat kwam weer voort uit het feit dat de Amerikaanse overheid in de maanden daarvoor al twee andere banken steun had verleend. En de Republikeinen in het bijzonder, die zeiden dat kan zomaar niet. Het is hier geen socialisme in de Verenigde Staten. Als die banken failliet gaan, dan moet dat maar gebeuren. Daar gaan we ons niet tegenaan bemoeien. Ja, tussen haakjes zou ik er even aan kunnen toevoegen. Ik weet geen politieke partij die de eigen natie een zo ongelooflijke schade heeft toegebracht als de Republikeinse partij. En laat God verhoeden dat een van die volstrekte halfgaren volgende jaar januari in het Witte Huis terechtkomt. Ja, dus vanwege die kritiek uit het congres zei de minister van Financiën, Henry Paulson, en de voorzitter van de Federal Reserve Bank, die ik voortaan de Fed zal noemen, die zeiden ja nee, het zit er niet in. En bovendien hadden ze een soort analyse gemaakt van als Lehman Brothers failliet zou gaan, zou dat geen systeembedreigende effecten hebben. Kortom, het zou eigenlijk niet zo verschrikkelijk erg zijn. Dus hebben ze Lehman Brothers failliet laten gaan. Dat is een van de grotere blunders van de afgelopen decennia. Ik weet niet hoe het gegaan zou zijn als ze Lehman Brothers niet failliet hadden laten gaan. Dat is natuurlijk een heel interessante vraag die we niet kunnen beantwoorden. Maar in ieder geval het faillissement van Lehman Brothers leidde tot een, je kunt het niet anders noemen dan een implosie van de kredietmarkt. Was het immers niet zo dat een van de grootste banken van de Verenigde Staten kennelijk een zodanige beleggingsportefeuille had dat niemand wist of die beleggingsportefeuille nog wat waard was, ja of nee. En wat had dat voor gevolgen of voor consequenties voor de beleggingsportefeuille van andere banken? Konden de banken elkaar onderling nog wel geld lenen, want je wist ook niet of die andere banken eigenlijk wel solvabel waren, ja of nee. En dus, en het bankaire systeem hangt in sterke mate af van het feit of men bereid is onderling elkaar geld te lenen. Nou, dat hield in feite op. Vandaar de implosie van de kredietmarkt. En dat had eigenlijk onmiddellijk verstrekkende gevolgen
zodanig dat men begreep dat eigenlijk het hele financiële systeem in de Verenigde Staten in gevaar was, dat dat risico liep. En Henry Paulson, die minister van Financiën dus, die heeft op zeer korte termijn al duidelijk gemaakt aan de rest van de regering en aan zijn president, waarvan je niet precies weet of die begreep waar het precies over ging, dat honderden miljarden nodig zouden zijn om dat systeem op de been te houden. In eerste instantie $700 miljard. En dat werd verpakt in een programma getiteld Troubled Asset Relief Program, afgekort TARP, T-A-R-P. En dat heeft in eerste instantie de totale kladderadats weten te voorkomen. Iedereen zei trouwens toen al, dit gaat jaren van narigheid opleveren. En ik moet zeggen, dat is een hele betrouwbare voorspelling gebleken. Hè, want de kredietcrisis die is nu dus in feite al een jaar of 3 aan de gang, als ik even goed reken. Nou, zelfs iets meer, 3,5 jaar ongeveer. En het lijkt mij grotendeels achter de rug, althans de systeembedreigende aspecten ervan. Maar we hebben er nog steeds last van. Want met name in Europa heeft het weer geleid tot andere vormen van kredietcrisis, die overigens bij nadere analyse ook te maken hebben met de ingrijpende zwakheden van het bancaire systeem. We zullen later de vraag aan de orde moeten stellen, wat moeten we precies met het bancaire systeem doen om te vermijden dat dat in de toekomst weer gaat gebeuren. Kunnen we überhaupt trouwens vermijden dat dit soort van dingen in de toekomst weer gaan gebeuren? Daar moeten we ook weer niet naïef in zijn. Vroeg of laat gaat het weer gebeuren. Dat kan zijn over 25 jaar, dat kan zijn over 30 jaar, maar een kredietcrisis, dat zit er dik in. Als ik even rondkijk, valt dat voor de meesten van ons wel mee. Ik zelf hoop het net nog te redden zonder kredietcrisis. In feite zou je kunnen zeggen, is de diepste wortel van dit type van crisis ligt eigenlijk in de menselijke psyche zelf. En in die zin dat als het goed gaat, dan denken wij dat het even goed zal gaan. Dat de bomen de hemel in zullen groeien. En als het slecht gaat, overigens denken we precies het omgekeerde en denken, komt nooit meer in orde. De toestand is hopeloos. Denkt u aan de euro in het afgelopen jaar. Elke week zei het journaal, als we deze week geen besluit zouden nemen, als het nu de kogel niet door de kerk zou worden geschoten, dan was het gebeurd. Dan was het afgelopen 3 met de euro. Dat is helemaal niet gebeurd. Hebben ze daar hun excuses voor aangeboden? Nee. Alle tijd moest gevuld worden met de Elfstedentocht. Ja. Het is een... Gaat de euro op de fles? Nee, dat kan ik u nu al vertellen. Dat gaat helemaal niet gebeuren. Het ziet er eigenlijk vrij redelijk uit. Ik dacht dat altijd al, maar ik heb het jammer genoeg niet notarieel vast laten leggen. Ja, dus er komt een moment dat we weer denken, nu is de situatie zodanig dat we in feite, we kunnen het best proberen. Risico's lopen we eigenlijk niet. En ik kan u vast een geweldig boek, kunt u dan in de tussentijd gaan lezen, tot het volgende college aanraden van de meneer Rogoff en de mevrouw Reinhardt. En dat heet This Time is Different. Het idee van nu hebben we een economische situatie die totaal fundamenteel anders is dan dat ooit in het verleden het geval is geweest. En de ondertitel van het boek is heel aardig, 800 Years of Financial Folly. En dat geeft een beetje aan niet waar welke kant het op gaat. Want waarom zou onze toekomst plotseling een heel andere zijn dan dat lange verleden wat achter ons ligt? Nu de vraag, hoe kwam dat? Hoe was het mogelijk dat Lehman Brothers op de fles ging? Hoe was het mogelijk dat dat zulke verstrekkende effecten had? Hoe was het mogelijk uiteindelijk dat dat voor de hele wereldeconomie dramatische gevolgen had? Dat lag in allereerste instantie, en dat is de primaire oorzaak van de kredietcrisis in 2008, dat in 2007 de Amerikaanse onroerend goedzeebel geknapt was. In Amerika waren de onroerend goedprijzen eigenlijk al meer dan 10 jaar alsmaar gestegen. Dat was in 1996 begonnen en dat heeft dus geduurd tot 2007. En een van de hoofdoorzaken van dat verschijnsel was goedkoop geld. Jarenlang
was geld eigenlijk voor niks. In de zin dat de rente zo laag was, dat de inflatie net iets hoger was, dus je kon voor niks geld heen. En dat is een van de aanjagers van die onroerend goed zeepbel. Overigens ook een verschijnsel, zoals u weet, wat zeer breed voorkomt. Als u even zich oriënteert op dit terrein, dan weet u dat Ierland het slachtoffer is geworden van een onroerend goed zeepbel. Dat Spanje daarvan het slachtoffer is geworden. Zweden al wat eerder, ik geloof de late jaren 80 en de vroege jaren 90. Dat de Verenigde Staten in het decennium 1996-2007. En ik wil u niet nerveus maken. En ik hoop dat u nog weer rustig naar huis kunt, maar ook in Nederland, nietwaar, is het hele onroerend goed kwestie, dat ligt bepaald gevoelig. Internationaal zijn we daar al met enige regelmaat voor gewaarschuwd. De prijzen liggen te hoog, we hebben gedaan een exorbitante hypotheekverstrekking en de interessante vraag is natuurlijk, hoe komt dat? Ook in Nederland, zo'n solide, prettig land als Nederland. Dat komt, dames en heren, omdat er in Nederland twee politieke partijen zijn die door zulke ongelooflijke scheiterts worden bemand, dat ze niet hebben gedurfd om hun eigen kiezers voor de kop te stoten. Die, geloof ik, nu al spontaan begonnen zijn met aflossen, dus kennelijk zijn de kiezers al wel een stage verder. Ja, mocht u op die twee partijen hebben gestemd, dan kan ik alleen maar zeggen, trek het u aan. Want het was helemaal niet nodig geweest. Men wist al jaren dat de hypotheekrenteaftrek niet bijster verstandig was. Dat het in feite alleen maar leidt tot een soort van algemene verhoging van de onroerend goedprijs en verder geen nuttige effecten heeft. Maar men heeft zich daar niets van aangetrokken. Wij zijn bepaald niet heilig op dit punt. Nederland heeft een hypotheekschuld die even groot is als het hele bruto binnenlands product. En als u dan weet dat maar 54% van de Nederlanders in een eigen huis woont, is dat toch een vrij knappe prestatie. Ja, dat zijn al die tophypotheken. Kortom, de onroerend goed zeepbel komt op grote schaal voor. Ook omdat dat natuurlijk samenhangt met de menselijke psyche. De huizenprijzen stijgen en als de huizenprijzen stijgen, denken de huizenbezitters, dat gaat eeuwig duren. En voordat je het weet, zegt uw partner, want u zelf komt natuurlijk niet op zo'n idee, van zeg, we hebben overwaarde op ons huis. En ik heb altijd al graag een bootje willen hebben. Als we nou eens wat geld leenden voor een bootje. Hè? Doe het niet, je hebt geen zak aan een bootje. Ja, het is echt zonde van het geld. Tweedehands brengen ze helemaal niets op. Na drie keer varen heeft u er schoon genoeg van. Het moet 's winters uit het water, wist u dat? Ja, die eenden kunnen gewoon blijven zwemmen, maar uw bootje moet uit het water. Ja. En u heeft nog geen bootje gekocht en de verveling is nog niet gestart of uw partner zegt, een huisje in Frankrijk. Begin er niet aan. Overwaarde. Hè? En zo, niet waar, juist in dat immense financiële zelfvertrouwen wat bezit van u neemt, als u ziet dat de huizen in de straat alsmaar duurder en duurder worden, niet waar, zo ontstaan dit soort van situaties waar je dan tenslotte heel moeilijk of helemaal niet meer uitkomt. Goed, prijsstijging in de Verenigde Staten door goedkoop geld. Verstrekt door, of althans dat het zo goedkoop was, lag aan het beleid van de Federal Reserve Bank, zoals we zullen zien. Het had ook te maken met criminele misstanden. Ik gebruik dat woord met opzet, criminele misstanden in de Amerikaanse hypotheekmarkt. Met name in de jaren na 2004, 2005 kon eigenlijk iedereen een hypotheek krijgen. Het was een soort wonderlijk bonanza systeem geworden. Ook mensen die geen vast inkomen hadden, konden een hypotheek krijgen. Ook mensen die helemaal geen inkomen hadden, konden een hypotheek krijgen. Iedereen kon een hypotheek krijgen, daar kwam het in grote trekken op neer. En waarom kon dat allemaal zo makkelijk? Omdat dat systeem bleef draaien. Want degene die de hypotheek in feite gaf aan de betrokkenen die beter geen hypotheek had kunnen nemen, die gaf die hypotheek onmiddellijk door. Al die hypotheken werden onmiddellijk doorverkocht
aan grote financiële instellingen. En die grote financiële instellingen maakten van al die hypotheken een soort nieuwerwetse beleggingsinstrumenten, CDO's genoemd. Ja, dat is een beetje een raar woord of een rare afkorting. Dat staat voor Collateralized Debt Obligation. En wat gebeurde er? Honderden hypotheken werden verpakt in zo'n CDO. En dan ook nog, het was al een beetje ingewikkeld, maar in principe ga ik het ook niet precies uitleggen. Die dingen die werden getrancheerd. Dus de bovenste laag, daar liep je helemaal geen risico, maar kreeg je relatief weinig rente. En naarmate je de tranches naar beneden zakte in zo'n grote CDO, niet waar, nam de rente toe, maar nam het risico ook toe. Op zichzelf complexe en onoverzichtelijke beleggingsinstrumenten. Vandaar dat er nog een fijn nieuw derivaat, dat derivaat, en ik zal later uitleggen wat het was, aan werd toegevoegd. En dat was de credit default swap. Dat wil zeggen, je kon ook die verpakte hypotheken weer een soort verzekering geven. En daar kon je ook trouwens weer in beleggen, in die credit default swaps. Er ontstond in feite een totaal nieuwe wereld van beleggingsinstrumenten. En die CDO's waar ik zo net over sprak, die kregen allemaal een AAA-rating. Dus ook wanneer ze vol zaten met junk-hypotheken, met hypotheken verstrekt aan personen die ze naar alle waarschijnlijkheid nooit zouden kunnen terugbetalen, dan kreeg je toch een AAA-rating. Daar werden de rating agencies prima voor betaald. Vandaar dat je nu wel eens denkt bij jezelf, wat een schijnheilig gelul, om te beweren dat België een A'tje verliest, een AA plus wordt. België is een heel solide partner. Eerst hebben ze dus dit systeem draaiende gehouden. Daar hebben ze dik geld aan verdiend. AAA-ratingen verstrekt aan dingen waarvan ze meestal zelf totaal niet wisten wat de ingebouwde risico's eigenlijk waren. En nu ineens, niet waar, zijn deze schijnheilige lui, deze oplichters, want anders kun je het in feite niet noemen, zijn het ineens bereid om uit te rukken en te zeggen dat België niet, althans niet voldoende kredietwaardig is om een AAA-rating te krijgen. Gaat België zijn schuld afbetalen? Ja, natuurlijk, daar is helemaal niks mis mee. Het is gewoon symboolpolitiek om te laten zien, zie je, we zijn nu braaf en deftig geworden. Er is alle reden, dames en heren, om een Europese creditrating op te richten en ons niets meer aan te trekken van deze Amerikaanse ladelichters. Ja, ik zeg het een beetje scherp, maar dat kan helemaal geen kwaad. Sowieso zijn wij veel te veel georiënteerd op de Angelsaksische financiële markten. Daar kunnen we in principe ook wel van af. Ja, deze rare beleggingsinstrumenten, laten we het maar even zo noemen, die waren gedeeltelijk ook aangeschaft door degene die ze georganiseerd hadden. Waarom ging tenslotte Lehman Brothers op de fles? Omdat ze een hele grote hoeveelheden van hun eigen CDO's nog in de beleggingsportefeuille hadden. En toen dus die onroerend goedmarkt in elkaar stortte, wist niemand wat die CDO's waard waren. Waren het alleen de onderste tranches die nooit meer terug zouden komen? Waren het misschien wel de helft van de tranches die nooit meer terug... Niemand die het wist. Het was volstrekt onoverzichtelijk. Er zaten in die CDO's vaak honderden van die hypotheken. Waarom waren ook aan mensen die helemaal niets terug konden betalen hypotheken verstrekt met het idee dat de prijzen altijd zouden blijven stijgen? En als je natuurlijk een appartementje koopt van 50.000 euro en het stijgt eindeloos door en het wordt tenslotte 150.000, ja, dan maakt het ook niks uit of je een bijstandsuitkering hebt of dat je gewoon leeft vanuit vuilnisbakken van de buren. Dat maakt helemaal niks uit. Tenslotte zal het wel goed komen. Maar ja, als het ophoudt, als de zeepbel barst, dan zit je met een ontzaglijk probleem. En daar heeft u in principe de hoofdreden dat Lehman Brothers op de fles is gegaan. En dat zoveel andere banken, ja, die hadden ook allemaal van die instrumenten gekocht. Weet u nog, UBS, een van de allergrootste Zwitserse banken. Bij Zwitserse bank denk je toch aan een soliditeit die haast onvoorstelbaar groot is. En ik geloof dat UBS 67 miljard dollar heeft moeten afschrijven op zijn beleggingsportefeuille. En het was niet de enige bank die dit soort van megabedragen moest afschrijven.
Denkt u aan wat de Amerikaanse overheid in het systeem heeft moeten stoppen om het te behoeden voor omvallen. En nu is natuurlijk de vraag, hoe was het nou mogelijk dat zo'n rare situatie is ontstaan? Hoe hebben de toezichthouders, zoals dat zo fraai heet, deze situatie laten ontstaan? Hoe was het mogelijk dat er op enorme schaal criminele hypotheken konden worden verstrekt? Hoe was het mogelijk dat op enorme schaal criminele hypotheken werden verpakt in complexe beleggingsinstrumenten zoals CDO's en CDS'en? Dat was toch heel vreemd? Ja, dat lag aan het feit, en daar komen we een beetje aan de kern van de zaak, dat lag aan het feit dat volgens de neoliberale economische leer de markt onder alle omstandigheden altijd de beste en de meest zekere oplossing bood voor alle economische problemen die je maar kon verzinnen. En nou ja, als de markt dit systeem had voortgebracht, dan moest het wel een enorm goed systeem zijn. En wie was de hoge priester van dit wonderbaarlijke systeem? Dat was Alan Greenspan. En Alan Greenspan verklaarde met enige regelmaat, later zullen we verder ingaan op de details, dat eigenlijk dit hele fantastische systeem, niet waar, van belegging, nieuwe beleggingsinstrumenten en derivaten van derivaten, dat eigenlijk het mooiste was wat ooit was ontstaan. Hier kon je pas zien wat een superieure kwaliteit kapitaalmarkten in feite hadden. Want, zei hij, het risico is op briljante wijze verdeeld door de hele markt. En inderdaad, het risico bleek op briljante wijze verdeeld te zijn door de hele financiële markt. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in de rest van de wereld. En daar lopen we aan tegen een van de hoofdoorzaken van die enorme financiële ramp die ons met z'n allen heeft getroffen. En u weet dat degenen die het georganiseerd hebben eigenlijk vrij goed zijn weggekomen. En dat degenen die er totaal niks mee te maken hadden en die ook helemaal niet schuldig waren in grote trekken voor de kosten zijn opgedraaid. Namelijk de modale belastingbetaler in u. He. Ik ga er even vanuit dat u een modale belastingbetaler bent. U en ik en al die andere sukkels. He. Die helemaal niet wisten wat CDO's waren. He. Maar er pas achter kwamen toen het allemaal fout was gegaan. Die zullen uiteindelijk en zijn grotendeels al opgedraaid voor de kosten die met deze hele zaak gemaakt zijn. Ja, het neoliberalisme had het zogenaamde marktfundamentalisme voortgebracht. De markt is onder alle omstandigheden het beste allocatiemechaniek. Als je een economisch probleem hebt, hoe los je dat op? Je vermarkt het. Je hebt bijvoorbeeld een spoorwegbedrijf wat niet zo geweldig functioneert. En nou ja, wat doe je in zo'n geval? Je knipt het hele bedrijf op in verschillende subbedrijven. Want die moeten competitief met elkaar dan aan de slag. Want in die competitie zit de oplossing van de problemen. En dan zul je zien dat na hele korte tijd zo'n bedrijf een wonder is geworden van efficiëntie en daadkracht. Ja. Ja, u lacht erom. Ik heb helemaal nog niet gezegd welk spoorbedrijf het eigenlijk is. Maar bijvoorbeeld, nou ja, laten we dan maar zeggen welk bedrijf het is. Hè. Bijvoorbeeld de splitsing in een railbedrijf en in een spoorwegbedrijf, dat is typisch een managementfilosofietje wat samenhangt met dat marktfundamentalisme. En dan denkt u misschien, ik heb het zelf ook gedacht en het was weer een signaal van mijn onbeschrijfelijke naïviteit. U denkt misschien, nou ja, nu hebben we die kredietcrisis gehad en nou ja, we hebben verschillende winterse weken gehad, waardoor ook nog weer eens duidelijk is geworden dat de privatisering in Nederland niet een ongekend succes is geworden op elk denkbaar terrein. En nu zijn we toch wel een beetje genezen van dit wonderlijke idee dat je alle maatschappelijke problemen, economisch en niet-economisch, altijd het beste oplost door vermarkting. En wat lees je? Slaat het Avondblad open en wat lees je daar? Ja, we hebben in Nederland een heleboel ziekenhuizen die matig functioneren. Hoe pak je dat nou aan? Nou, daar heb ik een hele gouden tip voor u. Investeer in een ziekenhuis. Want dat moeten bedrijven worden. En als het eenmaal bedrijven zijn geworden die met elkaar gaan
gaan concurreren op de Nederlandse markt voor gebroken benen. Heupvernieuwing en allerlei andere zaken. Dan zul je zien, als ze eenmaal winst gaan maken, wat ze uit kunnen keren aan de aandeelhouders, dan zult u zien, dat gaat wonderen worden dat. Al die bedrijven zullen wonderen van efficiëntie worden. Waarom we dat denken? Daar is geen enkele reden om dat te denken. Maar onze minister, mevrouw Schippers, die denkt dat dat zo is. En dat komt omdat zij lid is van een partij waar nog niet is doorgedrongen dat er misschien zekere bezwaren zouden kunnen worden aangevoerd tegen het idee dat de markt onder alle omstandigheden de beste oplossingen voortbrengt voor alle problemen die we hebben. We hebben al eerder dat in Nederland aan de orde gehad. Ik geef nou maar wat Nederlandse voorbeelden, maar het komt overal eigenlijk voor. Neem de Nederlandse thuiszorg. Die werd een beetje prijzig en toen hebben we dat vermarkt. Dat heeft ook magnifieke resultaten gehad. Ja, behalve voor degene die gebruik moesten maken van de thuiszorg, maar voor alle anderen heeft het magnifieke resultaten gehad. En ik kan niet anders zeggen, als ik een tip heb voor het studium generale, ga de boel vermarkten. Neem zo'n avond als deze. Nou, wat zullen we eens vragen aan toegang? Mits ik een deel van de winst krijg, lijkt dat me wel een goed idee. Ja, want dit is natuurlijk belachelijk dat u hier voor niks naar binnen kunt. Ik bedoel, dat is, zoiets moet je vermarkten. En dan maak je een rij voor de deur en dan zeg je, wat bent u bereid te betalen? €40, nou, daar lukt het niet voor. Als u een beetje vooraan wilt zitten, dat is al zeker €125. Ja, u lacht erom, maar ik vind het een gouden idee. Dat is toch fantastisch. Ook waarom zou de cultuur niet ook vermarkt kunnen worden? Er is toch niks tegen. Ja, zo zijn wij, dames en heren, in de afgelopen jaren in de wurggreep geraakt van het idee van het marktfundamentalisme. Wat voor probleem ook, je maakt er een markt van en voordat je het weet zijn alle problemen die behoren tot het verleden. De markt is altijd, genereert altijd het best denkbare resultaat. Wat natuurlijk betekent dat alle pogingen om die markt te reguleren en onderwerp te maken van een regelsysteem, dat dat uit de boze is. Want als die markt per definitie efficiëntie genereert, is natuurlijk elke marktbeperking, is elke aantasting van dat fantastische mechaniek, dat is marktverstoring. En dat leidt tot het verlies van efficiëntie. Dus vandaar dat het marktfundamentalisme direct gerelateerd is aan het hele probleem van deregulering. Al die regels die we in de loop der jaren bedacht hadden om het financiële systeem enigszins te kunnen beheersen, dat was allemaal volgens het marktfundamentalisme in feite uit den boze. En daar hebben we weer Alan Greenspan, die bijna 20 jaar lang voorzitter van de Fed is geweest en die bijna 20 jaar lang reclame heeft gemaakt voor verregaande deregulering en voor verregaande vrijheid, nietwaar, in de financiële markten. Is er wel eens gewaarschuwd? Ja, er is zeker wel eens gewaarschuwd door deze en gene persoon die zei van het is niet verstandig. Die derivaten, daar kunnen we nog een hoop last van krijgen, want dat is heel onoverzichtelijk. Maar Alan Greenspan zei nee, het is het meest fantastische systeem wat wij zelf niet hadden kunnen bedenken, maar wat automatisch gegenereerd wordt door de markt. Ja. Had ik wel kunnen weten dat Alan Greenspan het archetype van de gelovige is. Dat is bijna iedereen. De mens neigt van zichzelf tot geloof. Misschien dat een enkeling van u wel eens gedacht heeft, zou het geloof niet verboden kunnen worden. Ja, vaak komt dat bij je op toch, of niet? Wie heeft wel eens gedacht, zou dat geloof niet, eerst denkt u, zou het voetbal niet kunnen verboden kunnen worden? En kort daarna denkt u eigenlijk spontaan, zou het geloof ook niet verboden kunnen worden? Ik zwijg even van het geloof in het voetbal, maar goed, dat heeft u wel eens gedacht. Ik ben ervan over, ik heb dat vaak gedacht, sterker nog, ik denk het elke dag. Maar tot je realiseert dat je zelf ook in allerlei opzichten slachtoffer bent van subgeloofjes, waar je ook eigenlijk niet zeker weet of het wel klopt. Dat is, en bovendien ben ik van oordeel, als het geloof morgen af zou schaffen, dan wordt het volgende week, staat er iemand op die een nieuw geloof verzint.
geen gebrek aan messiassen, zoals u weet. Voordat je het weet heb je een secte en hebben ze iets anders onzinnigs bedacht. Een nieuw geloof. De mens heeft een natuurlijke neiging tot geloof. En dat heet maar. Ja, nee, het wordt geen theologisch college, mocht u daar even bang voor zijn. Maar we hadden wel kunnen weten dat die Alan Greenspan was namelijk een discipel in zijn jonge jaren van Ayn Rand. Als u dat iets zegt. Ayn Rand is de schrijver van een aantal vuistdikke boeken. Ja, ik moet mij beheersen, ik heb ze niet gelezen, maar voor zover ik weet bestaan ze grotendeels uit onzin. U vindt het een heel mooi boek. Er wordt hier opgemerkt dat ik het mooi zou vinden. Ayn Rand is de ontwikkelaarster, het was een vrouw, die overigens gevlucht was uit Rusland voor de Bolsjewieken. Zij heeft een eigen leer ontwikkeld, genaamd het objectivisme. En de essentie van het objectivisme is eigenlijk dat mensen de kans moeten krijgen, de ruimte moeten hebben maatschappelijk om een rücksichtloos egoïsme tot ontwikkeling te brengen. Alleen dan kan het genie zich op de ware wijze ontplooien. En u begrijpt, het kapitalisme is een fantastisch systeem voor rücksichtloos egoïsme, omdat het in allerlei opzichten theoretisch drijft op egoïsme. Iedereen streeft zijn eigen economische belang na op rationele wijze en, nou ja, voordat je het weet heeft de invisible hand van dit geheel een heel harmonisch geheel gemaakt, waardoor zelfs de NS onder wintersomstandigheden om tijd gaat rijden. Ja, Greenspan is lang een discipel van Ayn Rand geweest. Dat had al tot een zekere achterdocht moeten leiden, maar dat is uiteindelijk niet voldoende geweest. Het is wel aandoenlijk dat Greenspan, die overigens al een jaar of twee met pensioen was toen de kredietcrisis begon en al opgevolgd was door Ben Bernanke, een man overigens die zijn leven gewijd had aan de studie van de depressie, en had hij daar nou veel van opgestoken? Nee, waardoor je wel eens denkt bij jezelf, heeft enige kennis van de geschiedenis enig nut? Nee. Ja, het is jammer dat we dat helemaal aan het begin van dit verhaal moeten constateren, want mensen maken altijd weer dezelfde betrekkelijk stomzinnige fouten, zo leert de werkelijkheid. Dat geldt trouwens voor vrijwel alle academische wetenschappen. De mensen leren het braaf en in hun dagelijkse werkzaamheden vergeten ze in no time wat ze geleerd hebben en wat voor algemene conclusies die je daaruit zou kunnen trekken. Hoe dan ook, Greenspan is uitgenodigd door een comité, door een commissie van het Huis op 23 oktober 2008 om uit te leggen niet waar, wat er fout was gegaan. Hoe was het mogelijk dat hij 20 jaar gezegd had dat dit het mooiste systeem was wat ooit tot ontwikkeling was gekomen en nu was het ingestort? En ja, zei Greenspan, I'm shocked, I'm still completely shocked. Ik begrijp niet, ik heb altijd gedacht dat mensen een rationele analyse maakten van de risico's die ze namen in de markt. En dat hebben ze kennelijk niet gedaan. Dat doet een beetje denken aan Jimmy Carter, die toen de Russen Afghanistan bezetten, ineens zei van, ja, ik wist niet dat het schurken waren. Ja, kennelijk vinden sommige mensen vinden dit wel leuk, maar ik moet zeggen dat uw reactie toch wel vrij beperkt is, ja. Hoe dacht je dat je in de Sovjet-Unie in het politbureau kwam? Hè? De kans dat je daar als brave padvinder in terecht zou komen, die was niet verschrikkelijk groot. Hoewel u zou kunnen opmerken dat in feite de Sovjet-Unie bezweken is aan het feit dat ze zich 1 keer vergist hebben en een padvinder tot leider van de Sovjet-Unie hebben benoemd. Ja, u mag zelf raden wie dat zou kunnen zijn. Ja, een soort idealist eigenlijk, zo zou het zijn. De Sovjet-Unie is getorpedeerd door een idealist. Maar ik moet u zeggen dat Greenspan zei, ik dacht dat mensen een rationele analyse maakten van de risico's die ze economisch nemen, dat is toch wel rijkelijk naïef. Hij zei ook, ja, het heeft 20 jaar goed gefunctioneerd. Ook dat is rijkelijk naïef. Om dat te zeggen, dat zegt namelijk helemaal niets. Dat geloof, want ik denk dat je het niet anders kunt noemen dan een geloof, vooral ook omdat het zich uitgebreid heeft in alle maatschappelijke sectoren die we zo'n beetje kennen, dat geloof dat is ontstaan in de jaren 70.
En eigenlijk is dit geloof, het neoliberalisme en het daaruit voortspruitende marktfundamentalisme, dat is eigenlijk het product van het falen van het vorige geloof. Zoals dat zo vaak het geval is natuurlijk. En het vorige geloof, dat was vanzelfsprekend het Keynesiaanse denken. Wat eigenlijk de wereld als beleidsconsensus gedomineerd heeft van het eind van de Tweede Wereldoorlog tot halverwege de jaren 70. En laat ik het u maar vast zeggen, de jaren 70 zijn in allerlei opzichten de jaren waarin de ene consensus wordt afgewisseld door de andere consensus. En dat hing samen met het feit dat de jaren 70 eigenlijk verwarde jaren zijn geweest, waarin we plotseling niet meer zeker waren van allerlei zekerheden en zodoende waren we gedwongen om iets anders te bedenken. En dat andere zou tenslotte zich ontwikkelen tot het marktfundamentalisme. Dat is een mooi moment om deze eerste tranche af te breken. Dit is het eerste van 5 blaadjes, dus hoe we dat gaan doen is nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, wie weet. U kunt nu gaan kuchen en dan gaan we zo door met de geschiedenis. Wat was de Keynesiaanse consensus en wanneer is die ontstaan? U weet eigenlijk al waarom. Nou, kuchen maar. Ja, het lijkt me dat u wel voldoende gekucht heeft. Ik had de indruk dat u eigenlijk al direct aan een gezellige conversatie was begonnen. En als je daar niet op tijd een halt aan toeroept, dan loopt dat volstrekt uit de hand. En dat is niet de bedoeling. Ja, die Keynesiaanse consensus, waar komt die precies vandaan? Die heeft ook nog een andere naam, die zou je ook het grote compromis kunnen noemen. Een compromis tussen overheid, kapitaal en arbeid in allerlei opzichten. En dat hele complex van ideeën wat er onder dat etiket schuilt, dat dateert uit de jaren 30. En was eigenlijk het gevolg van het feit van de vorige keer dat het kapitalisme ingrijpend had gefaald. En dat de klassieke middelen om de zaak weer op gang te brengen ook hadden gefaald. De grote depressie heeft per slot van rekening meer dan een decennium geduurd. En naarmate hij langer duurde, die depressie, lag natuurlijk de vraag voor de hand, wat nu? Wat moeten we godsnaam doen om die economische machine weer op gang te krijgen? En je ziet eigenlijk hoe in de jaren 30 in alle westerse democratieën globaal aan dezelfde oplossingen worden gedacht. Die zitten vaak institutioneel wat verschillend in elkaar. En bij de ene ging de oplossing verder dan bij de andere. Maar in principe waren de ideeën in de basis allemaal ongeveer dezelfde. Als voorbeelden zal ik u geven Zweden en de Verenigde Staten. Zweden, omdat Zweden eigenlijk de meest radicale variant van die Keynesiaanse consensus heeft ontwikkeld. En de Verenigde Staten, omdat die de minst radicale variant van die Keynesiaanse consensus hebben ontwikkeld. Laten we eerst even kijken naar de New Deal. Roosevelt, ik neem even aan dat u dat allemaal wel weet. Roosevelt wordt gekozen in 1932 en wordt president in maart 1933. Waarom het toen niet op 20 januari was, moet u thuis even opzoeken. Want daar hebben we nu geen tijd voor. En die New Deal, want zo heette dat programma, die New Dealers dachten eigenlijk in eerste instantie dat de oorzaak van de depressie, van de blijvende depressie was, dat de prijzen alsmaar bleven dalen. En dat dus de oplossing zou zijn de creatie van prijsstabiliteit. En dat hebben ze in eerste instantie de eerste 2 jaar ook geprobeerd. Maar dat heeft heel weinig effect gehad. Vandaar dat ze in 1935 eigenlijk naar een ander systeem overschakelen. Het stimuleren van de economie door middel van overheidsgeld. Eigenlijk zou je dat kunnen noemen vraagcreatie. En als u nou volstrekt in een nutshell wil weten wat Keynes gesuggereerd heeft, dan is dat eigenlijk macro-economisch vraagmanagement. Is er te weinig vraag in de economie, dan pomp je er geld in, zodat de mensen in feite de vraag eigenlijk vanzelf ontstaat. En is er te veel vraag in de economie, dreigt de zaak oververhit te raken, dan pomp je er geld uit. Bijvoorbeeld door de belastingen iets te verhogen. U begrijpt eigenlijk zelf al wel dat met name de eerste benadering een ongekend succes geworden is, maar dat de tweede benadering een stuk minder populair is gebleken in de loop der jaren.
om in tijden van hoogconjunctuur te zeggen, jongens, kom op, het wordt wel een beetje erg veel van het goede. We doen wat 10% opzet op de inkomstenbelasting. Daar zijn heel weinig regeringen die bereid zijn om dat te doen. Ik zou u uit de Nederlandse recente geschiedenis zelfs een voorbeeld kunnen geven waarbij ze precies het omgekeerde hebben gedaan. Maar ook dat laat ik helemaal over aan uw talent om op Google te zoeken wat een wonderlijke minister van Financiën Zalm eigenlijk was. In 1935 produceert de New Deal de Social Security Act. Het spreekt eigenlijk wel voor zichzelf. In hetzelfde jaar ook nog de National Labor Relations Act. En die Social Security Act zorgde eigenlijk voor een minimum systeem van sociale verzekeringen. Er kwam een soort AOW, die moesten de werknemers uit eigen zak betalen, maar er kwam een soort AOW. En er kwam steun voor weduwe en wezen, voor invaliden, kortom, een minimum systeem, niet veel meer dan dat. En die Labor Relations Act heeft gezorgd voor moderne vakbonden, die eigenlijk binnen dat Keynesiaanse systeem een essentiële rol hadden te spelen. Als tegenwicht in principe tegen de werkgevers. We zullen zien dat dat ook in het neoliberalisme, de vakbonden in feite in het verdomhoekje terechtkomen in allerlei opzichten. En een ander wezenlijk aspect van een New Deal is de regulering van financiële instituties. Want men had wel in de gaten dat het onverantwoordelijke gedrag van de financiële instituties een niet onbelangrijke rol had gespeeld in die beurshoos van de jaren 20 en uiteindelijk de beurscrisis van het najaar van 1929. En een van de allerbelangrijkste van die wetten, dat was de Glass-Steagall Act. In die Glass-Steagall Act werd een scherp onderscheid gemaakt tussen zakenbanken, die een risicovol beleid konden voeren, die speculatief hun geld konden beleggen in allerlei rare zaken, en depositobanken. Banken waar u spaarcenten naartoe brengt en die dan vervolgens door in feite enorme suffe bankiers worden uitgeleend aan door en door betrouwbare bedrijven, waar ze net iets meer rendement krijgen dan ze aan u betalen op uw spaarrekening. Dus depositobanken en zakenbanken. We zullen zien, u weet het eigenlijk nu al wel een beetje, hoe dat gaat aflopen met de deregulering. Wat ook gedaan werd in de jaren dat de spaarbanken gereguleerd werden. Die konden zich niet al te gek gedragen. Het ging dan vooral om kleine lokale spaarbanken, die met name ook zorgden voor lokale hypotheekverstrekking. Daar werden regels gesteld aan de hoogte van de rente en aan de risico's die ze in principe konden nemen. Houdt u dat ook goed vast? Ja, u begrijpt ook al waar dit naartoe gaat. Ja, in die zin is het een beetje een somber verhaal, maar ik vertel u toch maar dat ze in de jaren 30 dus een aantal enorm verstandige en belangrijke maatregelen hadden genomen om de financiële wereld enigszins bij de les te houden. Zo ontstond in de Verenigde Staten, zoals overal elders, een consensus over het economische beleid. Waar eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog de Republikeinen, de Democraten het over eens waren. Je had in de jaren 50, dat heette de Eisenhower Republicans. En Eisenhower zelf zei, ja, ik ben een progressieve conservatief, noemde hij zichzelf. En u zult zien, ook Nixon past merkwaardig genoeg in dat raamwerk. Dus de beide partijen waren het in principe in de basis eens over de algehele economische en beleidsfilosofie. U weet, daar is nu geen sprake meer van. Op zichzelf wel interessant om even op de gebeurtenissen vooruit te lopen. De Republikeinen, niet waar, zijn in feite de aan de Democratische Partij is niet veel veranderd, maar de Republikeinen zijn fundamentalisten geworden. En u weet, in alle religies bestaat het gevaar dat er een soort fundamentalistische stroming uit voortkomt die tenslotte de macht grijpt. Omdat in eerste instantie fundamentalisme vaak enorm aantrekkelijk is. Je moet principieel zijn en je moet precies doen wat. De regels moeten zo strak mogelijk zijn. De Republikeinen zijn een partij van fanatici en fundamentalisten geworden. Op andere terreinen zijn ze nog gekker, maar ik geef u dit even mee.
We zullen zo zien op welke terreinen ze in feite volstrekt fundamentalistische opvattingen koesteren. Nou even kijken hoe het in Zweden gegaan is. In Zweden werd eigenlijk al in 1932 een omvangrijk pakket van maatregelen voorgesteld waar die hele verzorgingsstaat al in zit. En werd ook direct geconstateerd dat in de kern het probleem van de depressie was onvoldoende vraag. Dus een evenwichtig sociaal beleid zou in principe moeten zorgen voor contracyclisch vraagmanagement. Eigenlijk precies wat ik u daar straks al vertelde. En daarbij werd ook gedacht aan volledige werkgelegenheid te realiseren door economische groei die bij uitblijvende groei door de staat gestimuleerd zou worden. Een nationale gezondheidszorg waar iedereen in principe verplicht in zou moeten participeren. U weet ook, dat is tegenwoordig een heet hangijzer. Mag je mensen dwingen om zich te verzekeren tegen ziektekosten? U weet, u allen hier bent verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Kan zijn dat er een paar mensen bij zitten die hun premie niet betalen. Ja, dat zou kunnen. Kan zijn dat er een enkele Jehovah getuige onder u schuilt, maar die kans acht ik zeer gering. Wie van u is Jehovah getuige? Want u weet, die mogen van de heren zichzelf niet tegen ziektekosten verzekeren. Want als ze ziek worden, is dat ook de daadwerkelijke bedoeling van de heren. Dus je hebt gezondigd en dan zoekt de heren in een soort tabel die hij heeft, zoekt hij de ziekte erbij. Dus niet al te ernstige zonde, dan krijgt u blinde darmontsteking. En als het een doodzonde is, nou ja, dan is er een hele keuzepalet van mogelijkheden om u op verschrikkelijke wijze dood te laten gaan. Ja, ook als uw kinderen kinderverlamming krijgen, dan moet op een of andere manier moeten de kleintjes iets gedaan hebben wat de heren zeer onwelgevallig is. Want dat moet ook een administratie zijn daar. Denkt u dat ze zich ook zouden kunnen vergissen, hè? Dat ze de verkeerde persoon voor zich hebben of zo. Je moet er in feite niet aan denken. Overigens, dat is wel interessant, wordt een Jehovah getuige ziek en besluit hij dan toch dat hij eigenlijk toch wel behandeld wil worden, omdat misschien de administratie boven verward was of zo. En hè, dan wordt dat door wie betaald? Wie betaalt dat voor u? Dat betalen wij. Daar is een speciaal potje voor. Degene die zich uit principiële overwegingen niet willen verzekeren, die worden uit dat potje betaald, wat wij met z'n allen betalen. Dus u kunt nog, als u zegt van nou, ik heb het er wel voor over, hè, dan ga ik de wachttoren aan de man brengen en dan hoef ik in ieder geval geen premie te betalen. Hè. Dat scheelt toch weer 100 euro in de maand. Hè. Dan doet u gewoon alleen uw eigen straat. Nou ja, dat is misschien een beetje... Ja, in Amerika wordt dat een dergelijk gemandateerd systeem beschouwd als een doodzonde door de Republikein. Dat is namelijk overheidsdwingelandij. Dat daar natuurlijk alle reden voor is, omdat je anders free riders krijgt. Dat speelt helemaal geen enkele rol. Obamacare, dat is een totalitaire oplossing en dat is het begin van het verlies van kernvrijheden die tot het ethos van de Amerikaanse samenleving behoren. Ja, wat zat er nog meer in? Gezondheidszorg, ik zei het u al, met verplichte verzekering. De sociale verzekeringen die voor de hand liggen. Men dacht ook aan een redelijke inkomensverdeling. Een al te ongelijke inkomensverdeling in de samenleving geeft zeer dysfunctionele aspecten. En tenslotte aan een behoorlijk pensioensysteem. U heeft hier eigenlijk de hele Santa Kraam, de hele verzorgingsstaat in een nutshell bij elkaar. En in allerlei opzichten is de verzorgingsstaat eigenlijk het grootste institutionele succes van de afgelopen 100 jaar. Alle landen met een omvangrijke verzorgingsstaat, dat kun je direct in de statistiek zien, daar zijn mensen enorm tevreden over het leven wat zij leiden. De life satisfaction, zoals dat altijd heet, is daar ongekend hoog. Dat heeft in feite, als u er even over nadenkt, zeer interessante consequenties. Hoe financier je een verzorgingsstaat? Daarvoor zijn relatief hoge belastingen nodig. Want ja, anders kun je dat systeem niet financieren. Dus daaruit volgt eigenlijk, hoe hoger de belastingen, hoe gelukkiger mensen zijn.
U heeft zich dat nooit gerealiseerd. Maar zoekt u het thuis even op in de tabellen van de OECD. En u zult zien, het zijn altijd dezelfde landen waar mensen het allergelukkigst blijken te zijn. He, Denemarken aan top en de andere Scandinavische landen. Nederland in principe ook een heel tevreden high trust society. Ja, er zijn kleine groepen in de generaliteitslanden die niet tevreden zijn. Maar daar gaan we het nu, we gaan niet de stemming bederven. Maar er is geen spel tussen te krijgen. Hoe hoger de belastingen, mits goed besteed, hoe gelukkiger mensen zijn. U zou er misschien nog bij moeten weten dat uit alle onderzoek blijkt dat boven een bepaald inkomen in feite je niet gelukkiger wordt. Ons geluk is sinds 1962 niet toegenomen, hoewel we gemiddeld per persoon in Nederland 4 keer zo rijk zijn geworden als we waren. Maar we zijn niet sinds 1962 4 keer zo gelukkig geworden. Er zijn zelfs volkstammen die beweerden dat we 4 keer zo ongelukkig zijn geworden. Maar ik denk als we nog een Elfstedentocht rijden, dat dan... Ik geloof dat daar heel veel mee goed gemaakt zou kunnen worden. Zou ook niet op met overheidsgeld dat je gewoon... Het moet toch mogelijk zijn om die hele route te bevriezen met vrieselementen. Hè? Zodat je mij het hele jaar kunt rijden. Hè? Een soort de grootste ijsbaan ter wereld. Dat, als je er 1 miljard in steekt, dat is toch... Als we daar nou echt gelukkig van worden, wat is er tegen eigenlijk? Hè? Zolang ik me niet deel hoef te nemen, dan vind ik het allemaal prima. Ja, dan is natuurlijk de vraag, kwam dat nou door Keynes? Hè? Keynes heeft halverwege de jaren 30 een zwaar theoretisch werk geschreven, General Theory of Interest and Money. Waren die ideeën nou aan Keynes ontleend? Nee. Keynes is de theoretische rechtvaardiging achteraf, wat eigenlijk door modderen en pragmatisch rommelen vanzelf was ontstaan. Het idee van de interventionistische, sociaal bewuste overheid. Komen wij aan een ander probleem wat de grote depressie had veroorzaakt, namelijk een hele reeks van handelsbelemmeringen. In de depressie was men zo wanhopig dat men vaak koos voor autarkie. En zo weinig mogelijk handelscontact met andere landen en kijken of je de zaak zelf op de rails kon houden, of je de eigen economie op de rails kon houden. Daarvan was eigenlijk vrij snel duidelijk dat dat niet goed functioneerde en dat op termijn naar een heel andere oplossing moest worden gestreefd. En dat is men ook in de Tweede Wereldoorlog gaan doen. En in 1944 is men op Amerikaans en Engels initiatief bijeengekomen in Bretton Woods. Een dorp in New Hampshire. Waar ik weet niet, ik geloof 1000 afgevaardigden bijeen zijn gekomen om te kijken of men niet een internationaal financieel systeem kon bouwen wat in feite niet een handelsbelemmerende werking had. Integendeel, wat de internationale handel in hoge mate zou kunnen stimuleren. En men heeft daadwerkelijk zo'n systeem ontwikkeld. Wat we het beste een dollarsysteem zouden kunnen noemen. Want de kern van dat systeem was de dollar, die voor een vaste waarde aan het goud was gekoppeld. Goud, wat de koppeling was ontstaan bij $35 per ounce goud. Ja, tegenwoordig is dat niet meer zo, zoals u weet, maar toen was dat dus in principe wel zo. En alle andere valuta zouden gekoppeld worden aan die dollar met die vaste waarde. Maar wel zo dat ze in principe, als het niet goed functioneerde, als ze overgewaardeerd waren of wellicht ondergewaardeerd waren, konden ze er even uitstappen en de waarde van hun munt aanpassen aan de veranderende omstandigheden. En dit systeem werd gecompleteerd met een internationaal monetair fonds. Het bestaat nog steeds en is uiterst effectief in allerlei situaties. Aan een wereldbank die beduidend minder effectief is gebleken in de loop der jaren. En daar werd nog aan toegevoegd in 1947 de zogenaamde GATT, de General Agreement on Tariffs and Trade, die om de zoveel jaren een onderhandelingsronde had om de wederzijdse tarieven in principe te verlagen. Het was een Amerikaans systeem, dat zei ik u al. Het is pas echt gaan functioneren in de jaren 50, omdat voor die tijd die verschillende valuta niet convertibel waren. Daar waren ze in het algemeen niet sterk genoeg voor. En dat hele systeem heeft eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog de meest fenomenale resultaten gehad. Dus de combinatie eigenlijk
van de internationale financiële stabiliteit waar de Amerikanen voor hadden gezorgd. Keynes hoorde tot de ontwerpers van het systeem, maar was niet gelukkig met de sterke dominantie van de Amerikanen in het systeem, maar daar hadden ze, Engeland was te zwak om daar werkelijk iets aan te doen. Dus dat Bretton Woods systeem, samen met in feite dat Keynesiaanse compromis, samen met dat macro-economische vraagmanagement, dat is eigenlijk een super succes geworden. De wereldhandel verdubbelde na de Tweede Wereldoorlog elke 10 jaar. Een proces wat min of meer eindeloos is doorgegaan en wat in feite nog steeds gaande is. De volume van de wereldhandel neemt nog steeds in een relatief hoog. Je hebt al dipjes, natuurlijk, het is wel even stilstaan, maar in principe is het één proces van eindeloze groei. Waar wij in Nederland ook in hoge mate van geprofiteerd hebben, want ik weet niet of u het wist. Maar wij zijn naar handelsvolume, zijn wij de 5e natie op aarde. Daar staat u toch van te kijken. Hè? Ja, tegenwoordig zijn wij een introverte natie geworden, zoals u weet. Wij zijn helemaal vergeten, wat al 500 jaar zo is, dat we ons geld voornamelijk verdienen aan transito en activiteiten buiten de eigen grenzen. Maar we zijn nu in de greep geraakt van een, ik weet niet hoe ik het zou moeten noemen, een vrij ernstige vorm van fobie, waardoor we ons hebben wijsgemaakt dat alles wat van buiten komt, dat eigenlijk een levensgevaarlijke bedreiging is voor alles wat voor ons, in het bijzonder voor de Elfstedentocht. Ik zou ook, mocht hij toch nog gereden worden in de komende weken door een of andere wonderlijke aberratie van het weer, dan zou ik het zeer op prijs stellen als Oost-Europeanen geweerd werden van deelname. Ik bedoel, dat kunnen we echt niet hebben, dat daar van die dronken Polen daar bij balk over het ijs gaan koersen. U voelt zelf al aan wat een weerzinwekkende toestanden dat zou worden. Hè. Ik zwijg nog van Bulgaren die er helemaal, die zou waarschijnlijk een kruisje te koop aanbieden tegen. Nou, je hoeft er maar een minuutje over te speculeren en je weet dat het einde van onze natie zou betekenen. Hè. Ja, wij zijn naar een handelsvolume de 5e natie ter wereld. Hè, wat is nummer 1? Dat is natuurlijk China tegenwoordig. En nummer 2 is geloof ik Duitsland, nummer 3 de Verenigde Staten, en dan heb je nog Japan, en dan heb je wij, heb je Nederland. He? U denkt misschien Engeland of Frankrijk of zo, nee, het is Nederland. Nou, u kunt tegenwerpen, dat zijn containers, die varen ze bij Rotterdam binnen, dan worden ze overgeslagen op kleinere schepen, en 2 dagen later varen ze bij Lobette weer uit, maar als daar geld aan verdiend wordt, wat is daar tegen, als ik vraag mag, hè? Ja, we hebben honderden miljoenen guldens in de tijd in de tulip computerindustrie gestoken, weet u dat nog? Want dan waren we ook bij de tijd. Terwijl we aan de gladiolen, daar werd echt goudgeld verdiend, hè, hadden we die 200 miljoen maar in de gladiolen gestoken, dan waren we heel wat rijker, nou, toch ietsje rijker geweest. Ja, dat we dat allemaal niet weten is eigenlijk een vrij wonderlijke zaak. Wat is natuurlijk eigenlijk overigens, Wat is de grootste importeur en exporteur ter wereld? Verreweg de grootste. By far. Wat denkt u? Nu we toch bezig zijn met schriftelijke overhoring. Dat is de EU. Is u nooit op dat ideetje gekomen? Als u denkt dat de Duitsers al een bijna even grote exporteur zijn als de Chinezen zijn, dan begrijpt u toch wel dat de EU als geheel verreweg de grootste importeur en exporteur ter wereld is. En wie is het na de EU? De eurozone. Ja, het is gek, maar waar. De eurozone. Nou, ik heb u al gezegd, met de euro gaat het prima aflopen. Dus u hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Dat is de wereldhandel. In de rijke landen is tussen 48 en 73 de industriële productie ruimschoots verdrievoudigd. Europa en Japan hebben hun enorme achterstand op de Verenigde Staten eigenlijk in die kwart eeuw grotendeels goed gemaakt. In 1970 was de Japanse auto-industrie even efficiënt geworden als de Amerikaanse auto-industrie, die decennia lang een soort wereldwonder was. Ja, het is er heel slecht mee afgelopen, maar in 1970 was het een wonder dat de Japanners het even efficiënt konden als de Amerikaan.
Ondertussen zijn die verhoudingen, zoals u weet, grondig veranderd. Die hele ontwikkeling ging gepaard met een vrij sterke groei van de publieke sector. Die groeide namelijk gemiddeld in de rijke landen van 27% van bruto binnenlands product naar 43% van bruto binnenlands product. Het was dus eigenlijk een sociaal kapitalisme wat tot ontwikkeling kwam. Dat noemen we dan ook de gemengde economie. De markt draaide als een tierenlier, import en export draaiden als een tierenlier, maar tegelijkertijd was een systeem gecreëerd waardoor de afvallers, de mensen die door de mazen van het maatschappelijke net waren gestort, die werden in feite op fatsoenlijke wijze gecompenseerd voor het feit dat ze niet mee konden komen. Tot op de dag van vandaag, zei het hier en daar met wat verschraling, het systeem wat wij nog steeds kennen en wat we tegenwoordig de Rijnlandse beginselen noemen. Die sterke groei had zich in de jaren ook voorgedaan in de Sovjet-Unie en in Oost-Europa. We zullen zien dat daar uiteindelijk het verhaal wat minder gelukkig afloopt dan voor ons. Opnieuw de vraag, kwam het nou door Keynes? Was dit immense succes? Was dat het gevolg van de Keynesiaanse inzichten? Nee, opnieuw moeten we zeggen, Keynes verschafte een soort ideologische rechtvaardiging, maar het systeem op zichzelf was eigenlijk een product van de unieke gunstige omstandigheden. En als u er even over nadenkt, begrijpt u eigenlijk ook wel waarom die omstandigheden zo gunstig waren. In de eerste 14 jaar van de vorige eeuw, niet waar, groeide de economie als kool. En als je ook kijkt naar de toekomstverwachtingen die men had, zo in dat eerste anderhalve decennium, zult u zien dat men enorm optimistisch was over wat de 20e eeuw zou brengen. En toen liep die hele trein uit de rails in juni 1914, we gaan daar nu verder niet op in, en eigenlijk kun je zeggen tussen 1914 en 1945 blijft de trein van de rails. Het zijn in feite dramatische jaren. Voor zover al enige groei of technologische verandering was, werd het grotendeels gestoken in een oorlogsmachine. De enige serieuze consumptieve groei in die 31 dramatische en verschrikkelijke jaren in allerlei opzichten was in de jaren 20 tussen 24 en 29. In al die andere jaren was het of depressie of het was oorlog. Dus er was eigenlijk een soort van opgehoopte vraag ontstaan voor de periode als de Tweede Wereldoorlog was afgelopen. En je zou ook kunnen zeggen, Europa was in 1950 ongeveer precies aangekomen op het punt dat het in staat was om aan de massaconsumptiesamenleving te beginnen. In Amerika was dat al wel eerder begonnen, zeker voor de middenklasse, maar in Europa begint dat in de vroege jaren 50. Waar begint dat mee? Met een ijskast en een koffergrammofoon en een bromfiets en, nou ja, televisietoestel, een radio, dat had iedereen wel, een televisietoestel. De eerste toestellen kostten toen 4000 gulden. Dat moet u eigenlijk met 4 vermenigvuldigen, een televisietoestel, een zwart-wit toestel. U weet wel, zo'n reusachtige kast met zo'n briefkaartgroot schermpje erin. Ja, waarom die kasten zo groot waren, weet ik eigenlijk ook niet precies. Dat kostte dus, nou, reken even uit, de gulden van toen 4 keer, dat kostte eigenlijk 16.000 gulden. Wat dat betreft zijn we er ook enorm op vooruit gegaan, hoewel het zou misschien voor de geestelijke gezondheid beter zijn om televisies weer op dat prijsniveau terug te brengen. Maar ja, dat moet nog eens nader bestudeerd worden, dat vraagstuk. Ja, de massaconsumptie. En dat versnelt zich eigenlijk in de jaren 50. En ja, u weet hoe dat verder is ontwikkeld in de loop van de jaren 60. En nu hebben wij allemaal al die spulletjes. En als we ze niet hebben, dan willen we ze niet hebben. Dat is een beetje zoals mijn moeder en ma. Je moet nou eens een ijskast kopen. En ze zeggen, ik ben al 50 jaar gelukkig zonder ijskast. Een ijzersterk argument natuurlijk. Al werd de melk in no time zuur, maar ja, als ze daar nou gelukkig bij was, huppakee dan maar.
Wat eigenlijk gebeurde in die hele fase, dat is dat, dat eigenlijk Europa, maar ook Japan overschakelde van een grotendeels agrarische samenleving naar een grotendeels industriële samenleving. En dat is natuurlijk een switch die leidt tot een gigantische productiviteitsverhoging van een dergelijke samenleving. Als je denkt dat in een land als Italië in 1950 nog de helft van de bevolking in de landbouw werkzaam was, dat dat 23 jaar later nog maar 17% was, dan kunt u zich voorstellen wat een dramatische ontwikkeling dat in feite was. Het was de ontwikkeling die we nu zien in Oost-Azië, waarbij agrarische samenlevingen in feite industriële samenlevingen worden. Het wonder van Zuid-Korea, dat had zich bij ons eigenlijk 30, 40 jaar geleden voltrokken, met precies dezelfde effect van relatief arme samenlevingen, neem Italië, naar relatief rijke samenlevingen. Tot op de dag van vandaag is Italië, daar gaat het ook helemaal niet zo slecht mee als vaak wordt beweerd. Dit waren, dames en heren, de golden years, de gouden jaren. 25 jaar ononderbroken economische groei. Als u ooit plaatjes heeft gezien van Nederland in de tweede helft van de jaren 40, zal u onmiddellijk opvallen dat u denkt dat lijkt wel een derde wereldland. Moet je naar een fotoboek van Amsterdam in de late jaren 40. Dat is net Calcutta. Nou ja, Calcutta ziet er nog eigenlijk vrij glanzend uit vergeleken met die stad die grotendeels op instorten stond. Achteraf denk je bij jezelf, stel je voor dat ik een hele zwik van die met palen onderstutte panden had gekocht in die tijd. Ja, ik was toen een jaar of 4, 5, maar dan had ik hier niet gestaan. De golden years. Aan die bonanza, dames en heren, is tenslotte tot onze verrassing uiteindelijk en ook wel tot onze verontwaardiging en ook wel tot onze lichte paniek een einde gekomen. En dat einde kwam successievelijk met allerlei wonderlijke, onverwachte economische kwalen in de jaren 70. En voordat we eraan beginnen, kunt u weer flink gaan kuchen en zo. En maak het niet al te gezellig. Dan gaan we zo over een paar minuten weer door. Ja, dat vind ik wel knap, dat u dan ook kunt kuchen. U heeft het echt op zitten sparen, zo van... Ja, dames en heren, misschien mag ik weer beginnen. Als u uitgehoest bent, doe nog een laatste kuchje misschien. Ja, ik vind dat kuchen wel interessant. Hè? Daar zou je een wetenschappelijke studie over kunnen maken, over het kuchgedrag van mensen. Ja, we zijn gearriveerd in de jaren 70. Verwarde jaren, beetje panische jaren. Rommelige jaren. Ik heb altijd gedacht, moet ik u zeggen, de jaren 70, die leiden niet tot een helder beeld. Ja, als u aan de jaren 60 denkt, dan denkt u aan de Beatles en aan lang haar en zo. En van die uitzwaaiende broekspijpen en nog zowat van die studenten oproeren. En als u aan de jaren 30 denkt, denkt u aan het fascisme. En jaren, nou, bijna al die decennia hebben een soort van specifiek iconisch beeld. Wat ze bij, dat klopt geen reet van, maar Dat heeft u in uw gedachten, daar kom je ook moeilijk van af. Maar bij de jaren 70 was bij mij altijd verwarring. En nu blijkt eigenlijk in allerlei opzichten dat het misschien wel het interessantste decennium is uit de recente wereldgeschiedenis. In de loop van de jaren 70, ik suggereer dit al, ging het eigenlijk fout met die golden years. De golden years hielden op te bestaan. Wanneer precies, dat valt niet te dateren, maar ergens tussen 73 en 77 houden de golden years op. De groei die we eigenlijk als min of meer vanzelfsprekend hadden leren aanvaarden, hield er niet mee op. Er was wel groei in de jaren 70, maar het was maar de helft van de groei in de jaren 60. Overigens was nog steeds de groei in de jaren 70 groter dan de groei in de jaren 80. Waarvan de meeste mensen achteraf denken dat er sprake was van stormachtige groei. Nee, de groei in de jaren 70 was groter, maar veel kleiner dan in de jaren 50 en 60. Wij leerden overigens aan de universiteit in de jaren 60 dat de economische groei eeuwig zou aanhouden.
We hadden immers via Keynes het geheim van dat macro-economisch vraagmanagement ontdekt. En we zouden eigenlijk tot in de eeuwigheid met 5% per jaar doorgroeien. Terwijl als je daar natuurlijk even over nadenkt. Hè, ja, je kunt één ijskast kopen, daar ben je dolgelukkig mee. En dan doe je nog een kleintje in de slaapkamer voor de jenever. En kunt nog een koffergrammofoon aanschaffen en een tweede computertje. Totaal overbodige iPad, er zijn allerlei mogelijkheden, maar er zijn grenzen aan de consumptieve uitgaven. Je kunt twee auto's, dat hebben ook veel mensen tegenwoordig, hè. Een grote voor meneer en zo'n boodschappentas voor mevrouw. Maar bij drie auto's begint het al vrij bedenkelijk te worden, hè. Terwijl als u tegen uw partner zegt, we hebben er nu vier, maar ik zou een vijfde auto ook wel lollig vinden. Dat je eigenlijk, of misschien tenslotte zeven, dat je op alle dagen van de week iets anders kunt rijden. Hè? Iets sportiefs en iets ouderwijverigs en iets comfort. Nou ja, u hoeft er maar even over te. Maar dat is, u begrijpt eigenlijk dat onzin is. Het wonderlijk is dat we eigenlijk nog steeds met z'n allen een groeiobsessie hebben. Hè? Want als we even stilstaan, zoals bijvoorbeeld misschien dit jaar, nou dan raken we in de grootst mogelijke paniek en degene die boven ons zijn gesteld, die gaan allerlei maatregelen verzinnen om de groei weer op gang te brengen en zo. En nog erger is als er een tijdelijke krimp is, dat is het verschrikkelijkste, hè, dat er in de krant staat, wij vallen terug naar het najaar van 2006. Nou, u weet, ik weet niet of u het nog herinnert. Wat een gruwelijke maanden dat waren. Hè? Oh, Jamie, nee. Wij hebben weken niks te eten gehad. Tweedehands kleren, dat was al. De verwarming hebben we niet. Nou, dat waren gruwelijke momenten. Dat je ineens teruggeworpen bent eigenlijk op een bazaal bestaan. Hè? Dat je ineens beseft dat, ja, het najaar van 2006... Jongen, 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 dat was me wat. Hè? Ja, we hebben nog steeds een groeiobsessie. Hè? Want ja, alle cijfers wijzen al, ik zei het u al, verdere groei, daar worden we niet verschrikkelijk gelukkig van. En we besteden het vaak op manieren waarvan je afvraagt hoe verstandig dat nou eigenlijk is. U zelf zult wel eens thuis op de bank zitten en gedacht hebben, ja, heb ik er eigenlijk iets aan? Hè? Eigenlijk niet. He, zit u daar met die iPad te vogelen en denkt u, wat moet ik er eigenlijk precies mee? He? Maar ja, het is wel leuk om een bij je te hebben, dat andere mensen dan zeggen van, god, een iPad, wat leuk. He? En dan zegt u, ja, het is ontzettend leuk, want ik heb nu een app gekocht, waardoor je meteen kunt zien waar je een goedkope pizza kunt kopen. He? Een behoefte die mensen vaak al jaren gehad hebben. En dan ineens kan dat. En waar je ook maar bent. Of je nou in Peking bent of in New York. Maar altijd weet je waar je een goedkope pizza kunt krijgen. Dat zijn. Kijk, zo schrijdt de beschaving waarlijk voort. Goed, ik keer terug naar de jaren 70. Na u op deze wonderlijke groeifetisch te hebben gewezen. Waaraan onze samenleving in feite in allerlei opzichten leidt. De groei halveerde, ik zei het u al, de werkloosheid werd eerst twee keer zo groot en daarna werd de werkloosheid drie keer zo groot. En waarschijnlijk ook aangejaagd door die enorme groei van de jaren 60 was er eigenlijk in de hele jaren 70 sprake van structurele inflatie op een hoog niveau. Gemiddelde inflatie per jaar in de jaren 70 was ongeveer 10%. Kunt u zien wat een effecten dat, als u dat even tabelleert, wat een effecten dat heeft. En zo ontstond het fameuze en enigszins paniekerig stemmende idee van stagflatie. We groeiden niet meer zoals we gewend waren en tegelijkertijd werden we geteisterd bij terugvallende groei door inflatie. Wat voor ons Keynes eigenlijk helemaal niet kon. En ook alle maatregelen die we namen om de zaken weer op gang te brengen, die waren eigenlijk allemaal min of meer nutteloos. Hoe kwam dat overigens? Wat waren de oorzaken van deze vervelende verschijnselen? Die waren eigenlijk vrij simpel. De oorzaken waren het enorme succes van de 25 jaar die daaraan waren voorafgegaan. Ja, want als u even denkt aan inflatie, dat kwam door die enorme, die schoksgewijze groei van de jaren 60. Er waren jaren dat de lonen in Nederland met 13, 14% per jaar stegen.
Maar dan ziet u ook al een beetje waar die werkloosheid natuurlijk vandaan kwam. Hè? Want door die enorme welvaartsstijging, die gepaard ging natuurlijk met een enorme loonstijging, waren er allerlei industrieën die sterk afhankelijk waren van arbeid, die in de grootst mogelijke problemen raakten. En zo begonnen in de late jaren 60, de ouderen onder u herinneren zich dat nog wel, industrieën uit Nederland te verdwijnen. Klassiek voorbeeld is de scheepsbouw, die simpelweg uit Nederland vertrok. En waar ging de scheepsbouw naartoe toen? Naar Japan. En dan kon je in de krant verschrikkelijke verhalen lezen. Dat kwam omdat wij het niet goed aanpakten. En de Japanners werkten twee keer zo hard. En die waren veel beter met de klinknagels. En allemaal ongelooflijke kletskoek. Want de basale reden was vrij simpel dat de lonen daar nog onder het niveau in West-Europa lagen. Want is de scheepsbouw nog in Japan? Nee, al lang niet meer. Waar is het? Ja, de scheepsbouw is naar Korea gegaan, zoals hier links van mij treffend wordt opgemerkt. Zal de scheepsbouw nog lang in Korea blijven? Nee, de scheepsbouw migreert eigenlijk permanent om een kwart eeuw naar landen met relatief lage lonen, zolang het waar de bouw van schepen een betrekkelijk arbeidsintensieve onderneming is. Er worden wel Nederlandse schepen gebouwd, maar dat zijn hele gespecialiseerde schepen, waarvan bovendien de casco's meestal gebouwd worden door, ik durf het nauwelijks te zeggen, Bulgaren en Roemeniaar wat. U begrijpt wat een waardeloze casco's dat zijn. Die worden getextileerd met alcohol. Ja, dat we dat toestaan begrijp ik niet, maar dat is de bittere werkelijkheid waar wij mee te maken hebben. Ja. Dus de problemen van de jaren 70 waren in allerlei opzichten het resultaat van het fenomenale succes wat we gehad hadden in de 25 jaar die daaraan waren voorafgegaan. Ja, ik ga nu even, dat is voor de opname, mijn neus snuiten. En dat kondig ik dan aan, dan kunnen ze dat eruit knippen. Of het moet als zodanig interessant worden ervaren dat men dit ook voor het nageslacht wil vastleggen. In dat geval ben ik bereid tweemaal mijn neusjes snuiten. Ja, de band kan weer op gang gebracht worden. Stagflatie. En de beleidsconsensus die zoveel succes had gehad in de voorgaande decennia, leek in feite machteloos. En vandaar dat men in de jaren 70 op zoek ging naar nieuwe wegen om op enige wijze in feite de zaak weer op gang te brengen. Net als in de jaren 30 in zekere zin, nu om hele andere reden. Niet het falen was nu de oorzaak van de nieuwe ideologie, maar het succes wat geleid had tot tijdelijk falen. Maar toch moest men opnieuw op zoek naar nieuwe wegen. We zullen later zien welke wegen dat zouden worden. Het begon allemaal, de aftakeling van dat successysteem begon met de dood van Bretton Woods. Ik zei u al, een systeem wat afhankelijk was van de Amerikaanse dollar. En de Amerikanen financierden in de jaren 60 de Vietnamese interventie op inflatoren basis. Zodat er gigantische hoeveelheden dollars het land uitstroomden en overal terechtkwamen in speciale dollarmarkten die ontstonden. Ik moet er nog bij zeggen dat ook de financiële markten, die eigenlijk in de jaren 40 en 50 geen enkele rol hadden gespeeld, vanaf de jaren 60 wel een rol hadden gespeeld. Zo had je een hele euro-dollarmarkt. Je hoefde die dollars niet Amerika te lenen, die kon je gewoon in Londen op de euro-dollarmarkt lenen. Maar door die inflatoren financiering begrepen allerlei mensen dat eigenlijk die dollar niet meer waard was waarvoor die in de boeken stond. Namelijk voor die $35 per ons. Ik weet niet precies hoe je dat, of dat hetzelfde is als ons. Dat zou ik eens even op moeten zoeken. Maar men dacht, die dollar is eigenlijk minder waard dan waarvoor die in de boeken staat. En degene die dat vooral bijzonder interessant vonden, waren de Fransen. Want die zeiden, dan gaan wij veel liever die dollars die we hebben, die gaan we ruilen voor goud. En zolang natuurlijk die dollar aan dit goud zat gekoppeld voor die vaste prijs, kon je in feite een interessante winst maken. Dat dollars waren eigenlijk iets minder waard dan het goud wat je ervoor kreeg.
En zo verdwenen eigenlijk de Amerikaanse goudvoorraden. Niet door die film van James Bond, hè, maar eigenlijk door de Fransen. Ja, wie was ook weer die... Het was die Goldfinger, dat was eigenlijk een soort Duitser, als ik het me goed herinner. Maar ze hadden daar veel beter een Franse acteur voor kunnen nemen. Bijvoorbeeld de Gaulle zelf. Dat zou meer in overeenstemming zijn geweest met de werkelijke verhoudingen. De economische verhoudingen in de wereld waren natuurlijk ondertussen ook veranderd. Omdat zowel Europa als Japan, dat waren grote spelers geworden in de wereldeconomie, deels op dezelfde hoogte als de Verenigde Staten. En zo gebeurde het dat Nixon in 1971 eigenlijk voor de vraag kwam te staan, moet ik de dollarwaarde, hè, die koppeling aan dat goud, moet ik dat verdedigen of moet ik het laten lopen? En de enige manier waarop hij het zou kunnen verdedigen was een forse renteverhoging in de Verenigde Staten. Want dan zou het natuurlijk weer interessanter zijn, hè, dan zouden die dollars in principe weer meer opbrengen. Maar een forse renteverhoging in de Verenigde Staten, dat voelde Nixon aan zijn klompen wel aan en anders zijn adviseurs wel, zou leiden tot een meer of minder ernstige recessie in de Verenigde Staten. En 71, het verkiezingsjaar was 72, dus u begrijpt wat voor keuze Nixon ging maken. Daar kwam bij natuurlijk dat hij in 1960 nipt had verloren van onze onbeschrijfelijke heros John F. Kennedy. Ja, we weten nu dat niet het geval was, maar goed, we hebben dat lang gedacht. En waarom had hij in 1960 verloren? Vanwege de zogenaamde Eisenhower Recession, die het gevolg was van de toenmalige pogingen van de Amerikaanse overheid om de dollar te verdedigen. Die dollar die bevond zich eigenlijk al heel lang in een betrekkelijk kwetsbare positie. En zo besloot Nixon om zijn eigen herverkiezing zeker te stellen. Ja, tenslotte heeft hij er, zoals u weet, niet zo verschrikkelijk veel aan gehad. Maar om zijn eigen herverkiezing zeker te stellen, besloot Nixon op 15 augustus 1971 om de dollar te devalueren. Dat wil zeggen, los te koppelen van die vaste waarde aan het goud die in Bretton Woods ooit lang geleden was afgesproken. Dat heeft hem ook geen windeieren gelegd, want de Amerikaanse economie trok lekker aan in 1972 en zoals u weet Nixon is herkozen. Om tenslotte op, wat is het, 8 augustus 1974 af te moeten treden vanwege al die totaal overbodige machinaties die hij had laten uitvoeren om zijn herverkiezing zeker te stellen. Ja, dat heb je van je eigen paranoia in allerlei opzichten. Het was wel aardig dat de Amerikanen zeiden, wij zijn helemaal niet gedevalueerd. Dat is een ingrijpende misvatting. Alle anderen zijn gerevalueerd. Ja, zo kun je het ook zien natuurlijk. Maar het idee dat de dollar was gedevalueerd, dat stak ze toch op een of andere manier. Dus wij waren gerevalueerd. En vanaf 1973 hadden we dus een systeem van zwevende wisselkoersen. In de jaren 70 was ook sprake van aanzienlijke politieke spanningen die weer het product waren van zeg maar de algehele linksigheid van de jaren 60. U herinnert zich de studentenopstanden, maar dat soort van dingen. Maar ook de vakbonden in heel veel westerse democratieën waren in de late jaren 60 sterk geradicaliseerd geraakt. En tot de conclusie gekomen dat eigenlijk de arbeiders meer maatschappelijke macht zouden moeten krijgen dan ze hadden. Dat ze eigenlijk iets te zeggen zouden moeten krijgen over de grote investeringsbeslissingen die nu eenmaal de werkgevers traditioneel namen en niet de arbeiders. Dat eigenlijk de investeringsbeslissingen, zoals dat toen heette, vermaatschappelijkt moesten worden. Dat was een idee van de vakbeweging. Dat is ook een idee wat leefde bij de linkse partij. Het wonderlijke is dat we nu leven eigenlijk in een rechts tijdperk. Rechts is de maat der dingen, variërend van half gaar tot min of meer redelijk. Terwijl in de jaren 60 was links de maat der dingen. En als je rechts was, dan werd je voor gek versleten in die jaren. En dan was je een vijand van een klassevijand, ik weet al niet wat. Daar zie je aan dat ook de algemene ideeën die wij koesteren over hoe de samenleving in elkaar zit en wat rechtvaardig is en wat niet rechtvaardig is, dat die in hoge mate modieus en cultureel bepaald zijn. U wilt het nu niet geloven,
Maar er zal een tijd komen dat we weer allemaal vinden dat linkse ideeën min of meer normaal zijn. Die dan ook meteen ook weer alle aberraties vertonen die met dominante ideeën onveranderlijk het geval zijn. Ik kondig het u maar even aan. Het is nog niet zover, dus u kunt nog even genieten van de rechtse ideeën, zou ik maar zeggen, die wel geleidelijk aan steeds gekker en gekker worden. Dus misschien zijn we toch, werken we als het ware naar een soort kantelpunt toe. Dat zou, ja, ik weet dat niet zeker hoor, want u weet, toekomstvoorspellingen, alles wat ik suggereer over de toekomst, daar moet u geen enkele conclusie uit trekken. Dat u niet straks thuisgekomen zegt, nou, die Van Rossum die zei zus en zo, daar gaan we eens even pittig in beleggen. Dat moet u dus niet doen. Hè? Ik heb evenmin als iemand anders heb ik kijk op de toekomst. Gaat Obama winnen? Nou, ik denk het wel. Maar dan moet je aan toevoegen dat je denkt 70% tegen 30%. Hè? Dan heeft het iets meer, krijgt het iets meer waarschijnlijkheid. Want dat betekent dat er nog steeds een kleine kans is dat we een vol idioot in het Witte Huis krijgen. Dat moet u niet uitschakelen, die mogelijkheid. Ja, mocht u denken dat Mitt Romney toch niet knettergek is, dan zou ik zeggen, raadpleeg eens van enige van zijn toespraken, dan gaat u daar heel anders over denken. Laat ik als voorbeeld van die radicale ideeën ter linkerzijde Zweden en Nederland ten voorbeeld stellen en laat ik eens herinneren aan Joop den Uyl, die op 1 oktober 1974 voor de christelijke werkgevers in Nijmegen een zeer geruchtmakende reden hield, waarin hij zei, het wordt tijd dat de werknemers medezeggenschap krijgen. En die medezeggenschap die moet gerealiseerd worden doordat de werknemers mede beslissen over de investeringen die gedaan worden. Weer die vermaatschappelijking van de investeringsbeslissingen. U begrijpt dat de werkgevers daar niet gelukkig mee waren. De werkgevers zeiden eigenlijk, en in Zweden, waar precies dezelfde discussie gevoerd is, met eigenlijk precies dezelfde argumenten, maar overal zeiden de werkgevers, ja, aan onze hoela. Hè. Wij zijn akkoord met het grote compromis, we zijn bereid om samen te werken, hè, met overheid en vakbeweging voor een in principe sociaal georiënteerd kapitalisme, dat is akkoord, maar we gaan niet waar de belangrijkste autonomie die we nog hebben, die gaan we niet uit handen geven. Misschien herinneren de ouderen onder u zich ook nog dat 2 jaar later de 9 grootste ondernemers van Nederland een brief hebben geschreven aan het kabinet dat het zo niet kon. En waarin zij zich richten tegen een wetsontwerp wat het kabinet den Uyl in de maak had ten behoeve van de vermogensaanwasdeling. Waarbij in feite een deel van de winsten van het bedrijfsleven vermaatschappelijk zou worden, gecollectiviseerd zou worden, onder collectieve controle zou worden gebracht. Dat wetsontwerp is wel ingediend, maar daar is nooit iets van terechtgekomen, want het kabinet den Uyl viel in 1977. Een heel interessant jaar zoals we nog zullen zien. Nog interessanter is misschien wel dat de minister die vanzelfsprekend dit wetsontwerp had moeten ondertekenen, namelijk de minister van Economische Zaken, ik laat u even raden wie dat toen was. Weet u het nog? Was onze Ruud. Ruud Lubbers was minister van Economische Zaken. En heeft dat wetsontwerp niet mede ondertekend, wat eigenlijk al aangaf, niet waar, dat er een soort scheiding der geesten bezig was te ontstaan ten aanzien van de grote lijnen van het economische beleid. De ondernemers hadden het gevoel in het defensief te zijn geraakt. En ze hadden dus ook het gevoel, wat kunnen we daar in principe aan doen? De economische groei was sterk verminderd, rendementen waren sterk verminderd. Men had het gevoel dat de politiek vijandig stond ten aanzien van het bedrijfsleven. Men had het gevoel dat het overheidsbeslag op het nationaal product steeds maar toenam. Wat ook daadwerkelijk het geval was, dat was in Zweden en Nederland in deze jaren ongeveer 60% van bruto binnenlands product. En zo zon eigenlijk het bedrijfsleven op politieke tegenmaatregelen. We zullen zien hoe belangrijk die tenslotte zijn geworden.
U zult misschien denken dat waren dingen die in de Verenigde Staten geen enkele rol speelden. Een land wat traditioneel veel rechtser is dan de meeste West-Europese landen. Geen land van het Rijnlandse model. Een land met een minimale verzorgingsstaat, hoewel dat nogal meevalt. Maar op een ietsje andere institutionele wijze deden deze problemen zich in de Verenigde Staten op precies dezelfde wijze voor. En nu moet ik u confronteren met een ongetwijfeld nogal verrassende mededeling. Namelijk Richard Nixon, die u kent als een aardsconservatieve president. Wat hij ook was als we naar de politieke retoriek kijken, een aardsconservatieve president. Maar als u kijkt naar zijn beleid, zult u tot uw stomme verbazing, en mij verbaasde het ook wel wat, moet ik u, ja, ook ik heb last van vooroordelen. Ik probeer ze te bestrijden, maar ja, de meeste mensen proberen ze ook niet te bestrijden. Die maken er eigenlijk extra werk van, om het zo maar te zeggen. Maar ik bestrijd ze, maar ik was toch verrast te zien hoe progressief eigenlijk het beleid was wat Nixon heeft gevoerd vanaf het moment dat hij president was. Van Nixon is ook de uitspraak, we are all Keynesians. Nou, Nixon hoort beleidsmatig tot de jaren 60 en niet tot de jaren die aan het eind van de jaren 70 zouden komen. Onder Nixon was de groei van de overheidsuitgaven sterker dan onder zijn voorganger. Dat wil toch ook wel iets zeggen. En dat was onder andere het gevolg van een heel nieuw systeem van regelgeving. Op tal van verschillende terreinen werden nieuwe instituties gecreëerd die tegelijkertijd allerlei nieuwe regelgeving met zich meebracht. Ik geef u een lijstje, dat hoeft u niet speciaal te onthouden, maar het geeft een beeld van deze jaren. Men kwam tot de oprichting van een Environmental Protection Act and Administration, de EPA. Die is ingevoerd en ondertekend door een Republikeinse president. Nog geen 5 jaar later was de EPA een fameus haatobject van de Republikeinen geworden, wat er tot op de dag van vandaag is gebleven. Er kwam een Occupational Safety and Health Administration. Er kwam een National Traffic Safety Commission. En er kwam een Consumer Product Safety Commission ook nog. En nog andere zaken. Allemaal complexe, dure regelgeving. Gerealiseerd door een democratisch congres, maar met de volle medewerking van de ogenschijnlijk zo conservatieve Richard Nixon. Ik zal u het nog veel gekker vertellen. Richard Nixon heeft aan het democratische congres een voorstel gedaan voor een nationale gezondheidszorg. En wat hebben de democraten gezegd? Wij vinden het niet voldoende. En zodoende is dat toen niet doorgegaan. En die, als u nu bestudeert wat Nixon toen voorstelde aan de democraten, dan zult u tot uw stomme verwondering zien dat het in feite een verdergaand voorstel was dan Obamacare. Als Nixon op aarde zou terugkeren, ja, dat heeft allerlei bedenkelijke aspecten, maar dit gaat om een theoretische exercitie. En hij zou dezelfde denkbeelden nu hebben die hij in de vroege jaren 70 had, dan zou hij nu een vrij linkse democraat zijn. Is dat niet wonderlijk? Daaraan kun je zien wat er gebeurd is met de Republikeinen. Dat is dus een partij, ik zei het u al, van fundamentalistische gekken geworden. We komen daar later nog op terug. Ja, zo komen we eigenlijk aan het grote keerpunt in de jaren 70. En dat grote keerpunt, dat is het jaar 1977. In 4 jaar, tussen 77 en 1981, voltrekt zich eigenlijk een beleidsmatige revolutie. Van dat Keynesiaanse systeem switcht men over in feite naar een neoliberaal systeem. In een relatief korte tijd. Je zou het kunnen vergelijken met zo'n gestaltswitch, als u dat nog iets zegt. U herinnert zich nog wel uit die boekjes. Als je dan op de gewone manier kijkt, is het een oude mevrouw. En als je even je ogen dicht doet en je zegt hocus pocus Pilatus pas, dan blijkt het dat het eigenlijk een beeldschone jonge vrouw is. Ja, dat zou in de werkelijkheid ook iets meer gerealiseerd moeten worden.
de gestandswitch. Die voltrekt zich eigenlijk in deze jaren. Het is alsof de beleidselites ineens heel anders tegen de maatschappelijke werkelijkheid aankijken. Zo snel voltrekt zich dat eigenlijk. De regenrevolutie, want zo wordt dat vaak genoemd in de geschiedenisboekjes, begint dus helemaal niet op het moment dat Ronald Reagan wordt gekozen en gaat regeren. De regenrevolutie begint in 1977. En daarom zei ik daarnet tegen u, is het niet een wonderbaarlijke zaak dat ook het kabinet Den Uyl dat laatste en eigenlijk tragische restant van de jaren 60, dat sneuvelt in 77. Dan krijgen we dat rare kabinet van Acht Wiegel, dat weet u nog wel. Dat is een beetje het beroerdste kabinet wat we ooit gehad hebben. Dat zijn de puinruimers die zo geweldig geruimd hebben dat de berg twee keer zo hoog bleek te zijn geworden na 4 jaar. Ja, ik zie wel dat u daar ideologische moeite mee heeft. Maar ik kan er ook niks aan doen. Kijkt u maar naar de cijfers, dan zult u zien hoe het in elkaar steekt. En eigenlijk is dat een soort ongelukkig intermezzo. En dan krijgen we nog van 8, 1 en 2. We krijgen van 8, 2 nog een keer. En dan komt Ruud Lubbers. Maar het einde van de jaren 60 ligt in 1977. Ook in de Verenigde Staten. Merkwaardig genoeg. Wie gaat er per slot van rekening regeren in 1977 in de Verenigde Staten? Dat is Jimmy Carter. Die ideologisch gezien veel dichter bij Ronald Reagan staat dan die bij Richard Nixon staat. U zult zeggen, vergeet je Gerald Ford niet? Ja, die vergeet ik even. Dat is ook een beetje een ongelukkige overgangsfiguur die natuurlijk een van de weinige nooit gekozen presidenten. Die slaan we even over, maar dus Carter staat dichter bij de neoliberale revolutie van de jaren 80 dan die staat bij de jaren 60 of bij de vroege jaren 70. Nu moeten we even kijken naar wat er gebeurt politiek gesproken in Washington in 1977. Ik zei u al, de werkgevers voelden zich benadeeld door dat hele nieuwe pakket van regelgeving en allerlei andere zaken waar ze dachten veel last van te krijgen. En die besluiten, wel bewust, Kamer van Koophandel, de werkgeversorganisaties, de grote ondernemers, besluiten eigenlijk om een totaal nieuwe, dik gefinancierde zakenlobby op te starten. En dat doen ze. En dat heeft ook al meteen in 1977, heeft dat eigenlijk vrij verstrekkende effect. Dus de beleidswijziging zie je zich in Washington voltrekken in 1977. Dan zit er nog een volledig democratisch congres. Er zit een democratische president. Maar de beleidsswitch is in feite van 1977. Ook in die jaren worden die aardsconservatieve foundations opgericht. American Enterprise Institute, de Heritage Foundation en andere varianten op dat thema. Geld was er genoeg en dat geld werd gepompt in political action committees die in feite steeds probeerden de meest conservatieve kandidaten, republikeinen en soms democraten, zo ruim mogelijk te financieren. En men begint met een heel effectieve strategie tegen de vakbonden, voor de delegitimering van de vakbonden, die natuurlijk een belangrijke speler waren geweest in die Keynesiaanse consensus. En de democraten raakten al in deze jaren in het defensief. Ze hadden minder geld dan de republikeinen en misschien nog veel belangrijker, ze raakten hun ideologische zelfvertrouwen kwijt. En dat kwam door die gestandswitch. In toenemende mate raakte de elite overtuigd van de juiste en ware inzichten van het neoliberalisme. De nieuwe slagwoorden waren liberalisering, privatisering, deregulering. Wie begon er in Amerika met deregulering? Niet Ronald Reagan, niet de Republikeinen, dat was Jimmy Carter. Die begint met een ingrijpende deregulering van de hele transportsector in de Verenigde Staten. Die ook begint met een deregulering van de financiële sector. Dat wordt voortgezet in de jaren 80, maar het is Jimmy Carter die in feite de allereerste initiatieven neemt. Ja, misschien verlangt u al, ja, iemand begint al te kuchen. Ik ga even door tot het bittere einde. U zult uw kuch nog even moeten opsparen. Op een of andere manier zet hem even op de harde schijf, zou ik zeggen.
Want er waren ondertussen in Amerika ook andere interessante ontwikkelingen die eigenlijk allemaal stuk voor stuk in dezelfde richting wezen. In Californië in 1978 werd een initiatief positief beoordeeld door de kiezers. Dat was Proposition 13. En wat hield dat initiatief in? Een ingrijpende verlaging van de onroerende zaakbelasting. Ingrijpend. Wettelijk zou worden vastgesteld dat het nooit meer kon zijn dan een minimaal percentage. En waarom was dat het geval? Dat was merkwaardig genoeg het gevolg van een politieke poging om de onroerende zaakbelasting te moderniseren. De onroerende zaakbelasting, net als in Nederland trouwens, is ook in Amerika een plaatselijke kwestie. En met die schatting van wat je huis waard was, daar kon enorm mee gesjoemeld worden. In feite sloegen die schattingen helemaal nergens op. En zo had men besloten, men zou een heel nieuw systeem starten, waarbij uit zou worden gegaan van de reële waarde van die huizen. En die reële waarde van die huizen was in de jaren 60 en 70 enorm gestegen. Zodat allerlei mensen met relatief kleine pensioenen in huizen woonden, waarbij, als het zou worden doorgezet, niet waar, de onroerende zaakbelasting gigantisch omhoog zou gaan. Dat is eigenlijk de diepere oorzaak van Proposition 13. Wat ook aangenomen is. En dat was natuurlijk ook een signaal dat nou ja, wat je misschien de belastingrevolte van de middenklasse zou kunnen noemen. Want dat moet niet verder omhoog, het is nu wel mooi geweest. Overigens is belastingverlaging, dat is bijna altijd een illusie. Als de belasting op het ene punt verlaagd wordt, wordt die onvermijdelijkerwijs ergens anders, zonder dat je dat nou meteen zo in het snotje hebt, verhoogd. Dus de onroerende zaakbelasting in een Californië is verlaagd en dan hebben ze, ergens anders hebben ze de BTW of zo met 1 of 2% opgetrokken, waardoor de effecten uiteindelijk dezelfde zijn. U heeft er ongetwijfeld met de belastingverlaging van Gerrit Salm, wanneer was het in 2000, heeft u zich enorm opgewekt gevoeld en u heeft meteen zo'n bootje gekocht. Maar als u kijkt naar het totale belastingdruk in Nederland, zult u zien dat die verlaging in feite zich vertaalt naar belastingverhogingen op het lokale niveau. Je kunt je wel rijk rekenen, maar het blijkt altijd dat we zo gehecht zijn aan het bestaande voorzieningenniveau, dat we ergens anders vinden dat het omhoog moest. Ja, bijvoorbeeld in Californië werd van die OZB de brandweer gefinancierd. Dus ja, als je dat min of meer afschaft, die OZB, dan ja, moet je ook de brandweer afschaffen. En dat kan hele vervelende gevolgen hebben. Hè? Dat je opbelt en zegt, ja, de boel staat in de fik. En dat u een nummer krijgt met een bandje van alle brandweerwagens zijn afgestoten naar Canada verkocht. Want daar hebben we geen geld meer voor. Dus u moet zelf maar iets doen met emmertjes of zo. Want wij kunnen verder helemaal niets meer voor u doen. Ja, ook in 1978, hetzelfde jaar nog, werd in het congres Camp Roth aangenomen. Een wetsvoorstel. Nou, het werd niet aangenomen, het werd ingediend. Wat zou resulteren in 30% verlaging van de federale inkomstenbelasting. En in toenemende mate werd belastingverlaging een hot issue. Dat was het eigenlijk in de Republikeinse Partij nooit zo uitgesproken geweest. De Republikeinen waren altijd voor een balanced budget en verantwoorde financiering van de overheidsbegroting. En nu werd belastingverlaging eigenlijk een soort nieuw ideologisch wapen. En als u even denkt aan de huidige situatie, dan weet u dat de Republikeinen eigenlijk het liefst alle belastingen zouden afschaffen. Belasting is diefstal. Dat is eigenlijk het idee wat leeft ter rechterzijde in de Verenigde Staten met wonderbaarlijke en heilloze gevolgen. Want je kunt wel de belastingen eindeloos verlagen, maar als je daar geen budgettaire rekening mee houdt, heeft dat hele vervelende gevolgen voor de tekorten op de overheidsbegroting. Dat hoef ik u eigenlijk niet zozeer uit te leggen. Allemaal onderdeel van de belastingrevolte van de middenklasse, die zich deels ook in Europa voordoet. Ook daar zie je dat partijen zeggen, ja, het is wel mooi geweest met die inkomstenbelasting. Waarom is dat zo? Omdat een systeem van progressieve inkomstenbelastingen bij forse inflatie de neiging heeft om
in feite het niveau van belastingheffing autonoom te laten stijgen. He, dus je hoeft er niks aan te doen, dan gaat het vanzelf omhoog. Vandaar dat we tegenwoordig compenserende mechanieken hebben die ervoor zorgen dat, ondanks de inflatie, in feite de belastingen niet, de belastingdruk niet omhoog gaat. Nu moet ik u eigenlijk nog een aantal opmerkelijke gebeurtenissen schetsen die misschien duidelijk maken dat die late jaren 70 inderdaad ook mondiaal een soort overgangsregime vormen. Misschien moeten we het zo noemen. Of dat allemaal verband met elkaar houdt, dat durf ik u eigenlijk niet te zeggen. Ik kan alleen maar zeggen, het is ongeveer tegelijkertijd gebeurd. In 1978 komt in China aan de macht een klein kettingrokertje, namelijk Deng Xiaoping, die u zich misschien nog wel herinnert. Die dan al, als ik even goed tel, 73 geloof ik is, en die vervolgens 93 is geworden, en die in 1979, het jaar daarna, besluit om in China een soort marktsocialisme in te voeren. Waarbij hij zei, ja, waarom zou de markt ook niet socialistisch kunnen zijn? Waarbij hij geloof zei van, het maakt niet uit wat voor kleur de kat heeft als die maar muizen kan vangen. Ja, inderdaad, dat zijn diepe inzichten die je ook aan Mark Rutte van harte zou aanbevelen. Ja, het wonderlijke is natuurlijk dat wij terugkijkend op die jaren, zijn wij geneigd om Ronald Reagan enorm belangrijk te vinden. En een persoon die ik zo ga noemen, waar ik ook nog even iets over moet zeggen. Maar als je nou zou moeten zeggen, wie zijn nou de meest invloedrijke personen van de afgelopen halve eeuw geweest? Als je dat, hè, wat moet je dan zeggen eigenlijk? Wie zijn dat? Dat is Deng Xiaoping. En dat is de Gorbachev. Dat, hè, die Gorbachev heeft ervoor gezorgd dat de Sovjet-Unie geïmplodeerd is met zeer verstrekkende gevolgen. En Deng Xiaoping heeft in feite een straatarm derde wereldland op de weg gezet naar een stormachtige economische ontwikkeling, waar wij overigens elke dag aanzienlijk voordeel van genieten. Hè. Zolang het Westen een beetje op zijn reet ligt wat betreft de economische dynamiek, is het wel zo fijn dat ze in China fijn door blijven groeien en zich eigenlijk niet al te veel aantrekken van de problemen waar wij mee zitten. Dus ja, ik denk dat als je nou over de 100 jaar zou kijken wie werkelijk van belang zijn geweest, dat je dan Deng Xiaoping zou moeten noemen. Waar u misschien niet zo aan hebt gedacht, dat is dat in de Verenigde Staten in 1979 nog door Jimmy Carter Paul Volcker wordt benoemd als voorzitter van de Federal Reserve Bank. En Paul Volcker besluit een eind te maken aan die inflatorenontwikkeling in de Verenigde Staten, die nog veel ernstiger was dan bijvoorbeeld in Nederland. En dat heeft hij ook gedaan. Dat heeft geleid tot een met draconische renteverhoging, en heeft geleid tot een ingrijpende economische recessie, maar aan de inflatie is een eind gemaakt. Er is nu nog steeds lichte inflatie, maar het is niet te vergelijken met wat we in de jaren 70 hadden. Wat je overal ziet is eigenlijk dat de inflatiebestrijding de werkloosheidsbestrijding gaat domineren. He, daarin zit ook de switch van Keynesiaans naar neoliberaal. Nou, nu nog een paar. Wie komt er op 4 mei 1979 in Engeland aan de macht? Meryl Streep. Ja, ik weet niet of u dat wist, maar wie heeft die film gezien? Oh, dat valt me nog mee. Ja, ik heb alleen trailertjes gezien van die film. Ik vond het, de laatste persoon die ik zou hebben geselecteerd om Margaret Thatcher te spelen, was eigenlijk Meryl Streep, die ik altijd een beetje tuttig heb gevonden. Al kunt u beargumenteren dat Margaret Thatcher ook vrij tuttig is, maar op een veel radicalere, doortastender wijze eigenlijk. Hè? De meest dynamische tut die we ons herinneren uit het recente verleden. Hè? En bovendien vertrouw ik al die gedramatiseerde scènes niet. Hè? Ze weet helemaal niet wat ze in haar dementie heeft gezegd tegen de echtgenoot die al lang dood is. Dat weten we helemaal niet, dat is verzonnen. Hè? En dan worden ze, ja, maar het is gedramatiseerd. Ja, maar dan moet je ook niet alle zeilen bijzetten om het zo echt mogelijk te doen lijken. Hè? Heeft Lubbers de schouders van Beatrix gemasseerd?
Er wordt hier geknikt, ja. Die meneer is erbij geweest. Die stond achter de gordijnen. Hey. Ik vind dat in hoge mate misleidend. De betrokkenen kunnen niets terugzeggen. Want als ze zeggen, dat is helemaal niet waar. Dan zie je de mensen denken, ja, dat zeggen ze nou wel. Maar waar rook is, is vuur. Ja, want daar hebben ze ook weer alle zeilen bij gezet om het zo echt mogelijk te maken. Maar niemand weet of die conversaties op die wijze zich hebben afgespeeld. Ik moet daar als historicus, en ik hoop dat u dat volledig met me eens bent, ingrijpend bezwaar tegen maken. Kijk, ja, klap maar even dat het ook op die, dat het ook op die opname komt te staan. Hè? Dat dit een brede verspreiding vindt. Maak een goede documentaire, daar ben ik 100% voor. Hè? Waarbij je alle betrokkenen ondervraagt en ook bij Beatrix een interviewtje aanvraagt. Niet dat je het krijgt, maar goed, je kunt het allicht proberen. Maar dit is misleidend. En de betrokkenen zijn de klos. Heeft u zich wel eens voorgesteld wat er zou gebeuren als ze van uw leven een gedramatiseerde serie zouden maken bij de VPRO? Hè? Daar moet je toch niet aan denken. Hè, als ze dat bij mij zouden doen, zou ik naar België moeten emigreren. Ik ben daar helemaal tegen. Ik vind het hoogst misleidend. Het is ook natuurlijk niet de eerste keer. Denkt u aan een zeer misleidende film als JFK van Oliver Stone. Hè? Denkt u aan die zeer misleidende film over oktober 62, de rakettencrisis. Hè? Waar de hele boel wordt opgelost door Kevin Costner. Zo, ja, sowieso als u een film ziet waarin Kevin Costner een doorslaggevende historische rol speelt. Hè? Ik zwijg even over die wolven, maar dan weet u zeker dat u bij de neus wordt genomen. Hè? Waarom we dat zo leuk vinden en zo interessant vinden, het is me een raadsel. Ja, het spijt me dat het een beetje uitloopt, maar het kan er allemaal uitgeknipt worden. Dus waarom niet? Ja, Margaret Thatcher. Ik zag dat trailertje van waarbij Meryl Streep dan in het lagerhuis roept van het is allemaal. En dat doet ze ook op zo'n toon dat je denkt van nee, dat deed Margaret Thatcher anders. Dat... Ja, hoe moet je zoiets uitdrukken? Dat je aan je water voelt dat het niet klopt. Ja, je hebt ook al die Amerikaanse filmsterren in zoveel incarnaties gezien dat je alleen nog maar Meryl Streep kunt zien. Het is een beetje net als in Nederland. Ik bedoel, welke vrouwenrol er in Nederland ook aan hoort, het is Monique van de Ven. Kan niet verdomme waar, het is Monique van de Ven. En dan Tom Cruise is altijd Tom Cruise. Die speelt niet iemand, die is Tom Cruise. Hij doet ook zijn eigen, weet dat, enge kunsten, zal ik maar even zeggen. Ik dwaal een tikkeltje af, maar helemaal aan de staart van het betoog kan dat eigenlijk niet zo'n verschrikkelijk kwaad. Met Margaret Thatcher komt voor het eerst een complete neoliberale agenda aan de macht. Een ideologie. Zij was een ideoloog. Margaret Thatcher was een fanatica. Daar bestaat niet de geringste twijfel over. Dat verklaart haar kracht, dat verklaart de enorme effecten die ze heeft gehad, maar het was een fanatica. Zij was de aanhangster van een nieuw geloof. Een nieuw geloof wat de volgende 30 jaar zou domineren, wat voor zover ik kan nagaan nog steeds domineert. Het geloof aan de markt. En dat het van belang was nu om de inflatie te bestrijden, om de belastingen te verlagen en om de overheidsuitgaven zoveel mogelijk te beperken. En dan komt tenslotte, november 1980, Ronald Reagan wordt dan gekozen, komt in januari 81 aan de macht. Maar Ronald Reagan was niet een oorzaak van het neoliberalisme. Ronald Reagan was een gevolg van ontwikkelingen die al jaren aan de gang waren. En vandaar dat ik zei, de Reagan-revolutie begint niet met Ronald Reagan, die begint in 77. Aanvankelijk haast onzichtbaar, maar die is als Reagan tenslotte president wordt al ruimschoots op gang gekomen. Ik dank u zeer voor uw aandacht tot op heden en volgende week gaan wij ijs en weder dienen. Het kan zijn dat de Elfstedentocht dan toch gereden wordt, dan zult u mij moeten missen. Ik wou absoluut in Bartlehem op dat bruggetje staan. Dat, ja, dat wil je als Nederlander jezelf niet ontzeggen. Maar dat hoort u dan ruim op tijd. Dank u wel.
Nou, hartelijk dank voor deze... Nu heeft het natuurlijk betrekkelijk lang geduurd en ik hoop dat u uw vertraagde trein nog gaat halen. Maar aan de derde keer wordt er een heel uur uitgetrokken voor kritische vragen. U zult zien dat ik een meester ben in het ontwijken van kritische vragen. Nou, in ieder geval, laten we Maarten Rossum nogmaals hartelijk danken voor deze verhelderende lezing.